geluid. Goedenavond allemaal. Welkom. Ouders, andere familieleden, teamleden en ook oud-teamleden. Welkom op de afscheidsavond van groep 8. Ik zal in grote lijnen vertellen wat u vanavond te wachten staat. We beginnen zo dadelijk met een musical. Daar gaan we niet te lang mee wachten, want nou, de zenuwen gieren dus een beetje door de teamkamerdeur heen. Dus die moeten gauw het podium op. Na de musical is er een pauze, waarin we hopelijk even naar buiten kunnen. Want het wordt hier nog warmer dan het nu is. En dan na de pauze gaan de ouders bij hun eigen ouders zitten. Die zijn hier krukjes, waar nu nog wat drinken op staat. Of kinderen, sorry, kinderen, ja. Die moeten op de krukjes zitten bij de ouders. En dan gaan we beginnen aan het tweede gedeelte van de avond. En daarin nemen we individueel afscheid van alle kinderen. Na het afscheid gaat het nog het een en ander plaatsvinden, waar ik het fijne ook niet helemaal vanaf weet. Maar belangrijk is dat het afgesloten wordt met wat te drinken. En dan verwachten we de avond af te sluiten rond een uur of 11. Vanavond voeren de 32 kinderen van groep 8 voor u de musical Alle Remmen Los op. En misschien bent u vanavond al even teruggegaan in gedachten naar uw eigen afscheid van de basisschool. En er zullen hier ouders in de zaal zitten die het voor het eerst meemaken. Omdat het een oudste kind is. Maar er zijn misschien ook ouders waarvan het het jongste kind is. En ja, ook die nemen een beetje afscheid van de Constantijnschool. Nou, hoe u hier ook zit, ik hoop dat u vanavond zult genieten. Aan de inzet van de kinderen en de juffen zal het zeker niet liggen. Ik moest in het kantoortje daar regelmatig de deuren even sluiten als ik aan het bellen was, omdat er met zoveel passie en overtuiging werd gezongen. Ik wens u namens het team van de Constantijnschool heel veel plezier met het bekijken van de musical Alle Remmen Los. Maar laten we dit avontuur beginnen bij...
gooide. En met de leuze man met het koffertje de bus in kwam. Is dit bus 8, chauffeur? Jazeker, meneer. Uw koffer kan een laadruimte in, hoor. Zal ik het even doen? Nee, die had ik liever bij me. Ik had het toen wel kunnen bedenken. Hier is het mis. Prachtig, deze dubbeldekker. Waar kan ik zitten? Hierboven? Hallo, dat is dit. Tess is de naam. Ik begeleid u tijdens de reis naar Parijs. Even kijken of u op de lijst staat. Ja, het zou toch vreselijk zijn als achteraf blijft dat ik de verkeerde bus heb genomen. Van Dalen is de naam. Van Dalen. Eens kijken. Wat vreemd. Tweede waarschuwing, maar gewoon genegeerd. U staat niet op de lijst. Even kijken, ik moet er bij staan. Oh, wat stom. Wacht, ik raad het op. Ja hoor, kijk, hier staat mijn naam. Eens kijken. Klopt als een bus, met de trap omhoog. Daar zit u. Oh, kan je niet uitkijken? Heeft ze zich bezeerd? Nee toch? Oh, mijn knie. Dat gaat de verzekering niet leuk vinden. Huh? Wel een crimineel geafkortje, zeg. Wat zit erin, pa? Dat kan je niet vragen, Liz. Gedraag je. Zeg maar tussen ons, wat zit erin? Geheim. Ik heb toch recht om te weten wat jij tegen mijn knie hebt gekregen? Dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Prettige reis. Wat een onbeleefde man, pa. Mensen hebben gewoon geen manieren meer. Familie Criminelissen, waar kunnen we zitten? Eens kijken. Jullie zitten hier beneden. Nee, liever boven. Bij die vent met dat koffertje in de buurt. En toen kwam in een stroomversnelling allemaal passagiers de bus in. En ze stonden allemaal op de lijst. Zus en zo Sam Snijd. Deze nemen we mee als handbagage. Ja, en die heb ik gewoon op schoot. Sorry, maar deze ligt net iets te groot. Je mag ook niks meer meenemen tegenwoordig, zus. Zo vind ik zo. Toen kwamen Ben en Bente. Bruin, Bente Bruin. Ik sta toch op de lijst, Ben, anders krijg ik echt een wegtrekker. Zie ik op Pips? Een beetje maar. Gelukkig gaan we lekker bijbruinen. Zo'n zin in. Die zijn tussen. Maar je dat zeker wel zo'n donker weg moeder. Zo'n grap vinden wij niet leuk. Nee zeg, jij mag ze bruin. Tess wees bij iedereen een plaats. Maar de meeste mensen wouden bij meneer van Dalen zitten. Met dat verdachte koffertje. Ik zat er bijna door moeten horen. Stop! Oh meiden, bijna de bus gemist. En de reis naar Parijs begon. Het haar is dan naar het lachen. Van geluk, want we hebben het gehaald. Sarah, wat ben je toch mooi. Wat een geweldige bruiloft. Ja, maar ik heb toch het gevoel dat ik iets mis. Even denken. Alle koffers zitten in de bus. Ik heb zelfs de bruidstaart erbij ingepropt. Ik ga boven pas een plekje uitzoeken. Nee, het is iets anders. Even heel goed denken. Nou ja, zeker niet belangrijk. Sarah, met je drijfmeisje Bianca Jampe. Die staat ertussen. En natuurlijk ook je. Mijn man! Oh, helemaal vergeten! Rustig maar, Sarah. Vergeet allemaal eens een keer iets. Even naar het toilet om bij te komen. Ja, ik wil. Meneer Criminelissen, u blijft maar naar mijn koffer loeren. Dat geeft mij een onprettig gevoel. Mijn knie heeft ook een onprettig gevoel. Door het koffertje van je. U rende er zelf tegenaan. Zeker bang om de bus te missen. Eigen schuld dikke. Knie! Haha, grapje. Haha. Geef me hier die koffer. Mevrouw straalt wel gemakkelijk de koffers in en uit uit. Dus geef me hier, voor we in Oostenrijk zijn. Parijs bedoelt u? Deze reis gaat naar Parijs. Londen. Zo is het, zus. We gaan naar Engeland. Oostenrijk. We gaan naar Oostenrijk. Ben ik ook nog eens. Rijk, mensen, jullie bent allemaal mis. Pop, zeg even dat deze mensen allemaal gek zijn. Moet ik dat zeggen? Kom op, zeg het. Jullie zijn stapelgek. Deze bus gaat naar Schiphol. We gaan naar New York. Broadway. Wij zijn meneer en mevrouw Noten. Mijn vrouw is van musicals. Vreselijk, hè? Pop, Noten, wat zeg je daar? Cultuur, mama. Broadway wacht op mij en ik kom eraan, hoor. Ik kan namelijk... heel erg mooi zingen. Hoor maar. Broadway! Niet naar Broadway, maar naar het ziekenhuis voor gehoorbeschadiging. Nee, Engeland. Italië. Dacht u eigenlijk naar Londen zou gaan? Dit klopt niet. Waar is die vrouw op die lijst? Ik vrees dat zij alles verkeerd heeft gedaan.
Ja mensen, en zo brak een grote paniek uit. Over 5 seconden om precies te zijn. Tel maar mee. 5, 4, 3, 2, 1. We moeten naar Londen! We zijn opgelopen! Tja, dan nu. Het moest en zuinig oplossen. Zo ben ik wel eenmaal geworden. Vroeger toen ik klaar was, werd mijn stoppen. Dat ging zo. Je ziet, ik was vroeger klein en de best op in mijn klas noemde mij altijd... Hé, hey, Job de Frog. Waar zijn vrienden? Of heeft Job die niet? Ik heb zeker wel vrienden. Mijn zus Tess en... Ja, zeg, je bent geen loser. Klop, ding, dong. Is daar iemand? Of kun je ook niet nadenken? Leuke grap, Nelis. Maar ik kan heus wel denken. Dan moet jij een uitdruk maken om dat te bewijzen. En tegen niemand vertellen. Anders moet ik helaas vervelend doen tegen jou. Oh, nou ja. En tegen je zus. Nee. Wat? Ik zei... Nee. Juf, die jongen doet gemeen tegen mij. Door wat er vroeger gebeurde, wilde ik altijd laten zien dat ik geen loser ben. En dat mijn zussen helpen. Altijd. Het is allemaal... Het is allemaal mijn schuld. Alle passagiers zijn woedend. Iedereen heeft een andere bestemming. Wat moeten we doen? Ik geef het op. We kunnen moeilijk naar alle landen tegelijk gaan. Hallo, Job, is er iemand thuis? Ding dong. Een goed idee? Wat? Heb je een idee? Lukte niet. Jullie begrijpen, ik moest en zou dit oplossen.
Geen paniek, het komt allemaal goed. Job! Leg ik zo uit. Eerst sta ik jullie voor aan professor Elektra, die deze bus heeft gebouwd. Professor Elektra? Ja, handig hè, als je vrienden hebt. Echte vrienden help je altijd. Ik voor een hele negatieve lading. Mensen, wees blij dat jullie in mijn supersonische bus mogen reizen. Maar dat is Ellen, een goede vriendin van je. Chauffeur, als de donder en bliksem verder rijden, dan leg ik ondertussen aan deze mensen uit hoe dit allemaal mogelijk is. Deze bus van 18 miljoen... 18 miljoen? Heb ik al zoveel geld? Nee, geloof mij, Laagkamer. Dan moet je nog heel lang simpele liedjes voor zingen. Hij rijdt, vliegt en vaart zo van het ene naar het andere land. Oh, dus een soort tijdmachine, zus. Bestaat dat echt zo? Hoe doen ze dat dan? Nou, gewoon van mijn zus en mijn zoon. Daar zouden ze eens een musical over moeten maken. Heb op met mij in de hoofdrol. Zal ik eens een stukje zingen? Nee! Maar we staan al rechtop. Ik geloof er helemaal niks meer van. Nee, volgens mij lieg je alles bij elkaar, Emma. Wat een schok! Hoe durven jullie mij, professor Elektra, te belegen? Jullie zullen het meemaken. Ik roep onmiddellijk mijn assistent Dynamo. Dynamo! Professor Elektra, ik ben zo snel mogelijk gekomen. Goed zo, Dynamo. De bus. Laat maar zien. Kijk, het prachtige prototype van de bus. Dat is zeker een type, zus. Nou, ik vind je maar zo. Geheel op groene energie en sneller dan de wind met een snelheid van meer dan 508 km per uur. Kijk maar, het raam. Ja, we gaan een reisje maken, mensen. Eindelijk. Nou, laat maar eens zien wat die bus kan. Japan, Japan, je skyline is een droom.
Hoezo dan? In Japan is nog iets te drinken. In Japan wel, maar we zijn alweer verder. Kijk maar uit het raam. We zijn nu gestopt in de Sahara. De grote woestijn op aarde. Wat? Dat wie voor ons bent. Ben, doe even normaal. Nou, je zet mijn oortje hak in het zand. Ik wil pizza. Even wachten. Nog even wachten. De lunch wordt boven geserveerd. Pizza! Hey, wat goed hier zien, Dan? Of moet ik Dan niet wet zeggen? Ah, hoi Willem, misschien moet ik jou nu ook weer Frank kan noemen. Nou ja, nou, goede auto, hè? Maar komen Anna, de dames en Albert ook nog? Ja, ik zie ze daar al aankomen. Hey jongens, leuk om jullie eens te zien. Lang niet gezien. Ja goed, het was super dat jullie ook konden komen. Oh, we hebben er zo zin in. Broadway. Weet iemand waar Anna is? Tomorrow, I love you, tomorrow. Hallo, ik zit al helemaal in mijn roer. Fantastisch, ik ben ook helemaal Grease. Even nou tussendoor, wat is nou precies de bedoeling? Job heeft ons gevraagd om hem te helpen met een opdracht. Om een aantal passagiers voor de gek te houden. We maar hopen dat ze erin trappen. Misschien hebben we nog wat extra hulp nodig voor onze solo straks. Kun je niet over je land blijven, Annelien? En wensen voor extra hulp? Ja. Hallo lieve mensen. Je dan zangbus nodig? Dan krijg je er één. En ik, zing maar na. En tomorrow komt het toch weer goed. En tomorrow komt het toch weer goed. Dat klinkt al goed hoor. Ja, de. Goed, ik moet nog heel nauw passen. Zie jullie zo. Annelien, zing maar na. Ja, ik krijg nog kramp. Ja, ik krijg nog kramp. Fantastisch, jullie, Sharona. Elke avond zingen wij One Night Only. Elke avond zingen wij One Night Only. Dat klinkt supergoed. Dat hebben wij helemaal niet meer nodig. Dag. Wat was dit? Nou ja, oké, dan zou het vast goed komen. En vooral je rol blijven. Tuurlijk, tot zo. Zo. Je was geniaal als professor Elektra. Ze trapte erin. Ja, ik heb het voor jou gedaan. Op een gegeven moment komen ze er toch achter dat ze alleen maar robots aan het rijden zijn. Maar zeg eerlijk, mijn posters en ramen werken echt super. Je bent echt een vriendendynamo, Dylan Ellen. Geniaal. Ja, zijn vrienden voor. En als je weer belt, zeggen we weer. Ja, ik wil. Dat waren zijn laatste woorden. En ze is die niet meer gezien. Jullie zijn gewoon weggereden zonder haar man. Om te janken. Geduld. We komen ook snel weer thuis en daar is je man vast op je te wachten. Straks zit hij aan een ander. Moment, ook dit was ik op. Oh, ik wil in de armen vallen van mijn lieve, lieve man. Dat gaat er weer gebeuren in 5, 4, 3, 2, 1. Daar is de bruidegom. Ik ben je man, geloof ik. Oh, daar ben je, mijn lieve, lieve... Jij bent mijn man niet! Wat een ellende! Ik ga weer achter stuur zitten. Het zou toch zonde zijn als je huwelijksmeisje de woestijn zou verzanden, zeg maar. Hé, Job, mijn vrouw wil de bus uit! Droog je tranen. Een huilende bruid wil niemand zien. Meneer Noot heeft gelijk. Het is inderdaad om te janken. Maar Sarah had zich haar huwelijksreis even anders voorgesteld. Ik had mijn hele huwelijk anders voorgesteld. Ik ben helemaal misselijk. Ik mis hem vreselijk. Ik ben ook misselijk. Ik kom eraan. Ik begrijp je verdriet. Je bent natuurlijk zo aan elkaar gehecht. Ze kent het pas sinds vandaag. Ja, ze kent het pas 1:35. Want de speech van de Babs was erg lang. Maar 1:35? Ja, Stoei en Merk at First Sight. Is dat niet dat programma waar mensen elkaar voor het eerst zien en dan gelijk al trouwen? Ik ga even naar mijn vrouw. Die zijn mafs. Meiden, hou eens op, dat is helemaal niet waar. Oh, ik jank van het lachen. Even een grapje tussen al dat gejankt hoor. De dag begon zo mooi, echt als een sprookje. In de trouwzaal, waar mijn vader me weg had. Het deed me zo denken aan vroeger, samen met hem, hand in hand op het schoolplein. Okay.
hem in te drukken. Jou te wachten. Ja, ik was al de ster bij de eindmusical. Oh, toen ik begon te zingen liep iedereen geëmotioneerd het gebouw uit. Liepen ze niet gewoon weg omdat het vals was? Pop, wat weet je toch weinig van echt talent? Breng me naar Broadway, nu! Ik kan moeilijk Broadway met al zijn musicals hier naartoe halen. Oh, wanneer zie ik weer een prachtige musical? Tomorrow? Kijk Pop, het is Annie uit die musical. Annie, wat doe jij nou hier? Joop de chauffeur belt al zijn vrienden om jullie allemaal een droomvakantie te geven. Wat? Ik bedoel, ik sta op Broadway en ik dacht, ik geef u een privéoptreden. Voor mij? Zijn we op Broadway? Dan wil ik nu de bus uit. Tomorrow misschien. Nu niet. Geniet toch van de show. Kijk, daar heb je Aladdin met de wonderlamp.
Hallo, ik wrijf al 3 jaar op Broadway over deze lamp. Is dat niet geestig? Maar de geest zelf heeft er vandaag niet zoveel zin in. Dan zing ik zijn liedjes wel. En die van de prinses. Aladdin en ik, samen op een vliegende tapijt. Wat zou je jaloers zijn, Bob? Nou. Waar is de prinses eigenlijk? Die ligt onder het tapijt, maar hoeft echt niet te zingen hoor, mevrouw Noten. Ik wrijf nog wel even door en wie weet komt de geest er wel vanzelf uit. Misschien heb je een beetje vet nodig. Wat grease. Bob, maak snel een foto van mij en Danny vet. Doe ik, met of zonder flits. Altijd je grease leiding aanzetten, zit maar vet. Geweldig. Oh, het lijkt wel een droom. Maar die droom is niet compleet als ik de groene ster uit musical Wicked niet kan ontmoeten. Die is er niet. Misschien tomorrow. Stop, dan wil ik nu de bus uit. Nee, hier is Willy Wonka. Ja, Willy Dronka. Van de limonadefabriek. Ik geloof dat ik net iets te veel limonade heb, hoor. Hé, hey, gast, het is chocoladefabriek. Daar gaat de muziek over. Oeps, nou, daar kan ik geen chocolade van maken. Maar u bent de gelukkige. We gaan voor optreden met zang en hoe dans. Zo lijkt je meer een Oompa Loompa, Willy. Staan blijven. Het leven van een Broadwayster is een zwaar bestaan voor ons. Kom, Bob, we gaan. Wie is hier de Bob? Ik niet, hoop ik. Genieten van de show. Allemaal speciaal voor u. Kijk, en ik kan heel goed tappen. Tappen de tap. Nou, wel vet die tap. Ik wil naar Wicked! Dat is mijn droomshow! Maar hier zijn je Dream Ladies. Traat het daar voor, alsjeblieft. Ik ben een droom. Ik ben je allermooiste droom. Ik ben je allermooiste droom. Ik blijf nog even in die droom. Bob, niet zo kijken! Straks krijg je nog een nachtmerrie. Op naar Broadway. Stop. In the name of love. And I am telling you, you are not going. Zeker wel. Bob, open de bus. Jij moet net als de geest alles doen voor haar. Lijkt me geen pretje. Ja, wrijf het dan maar in. Kijk, de deur gaat open. Ja, ik zie dat hij er meteen stapt. Uw droom komt uit. Maakt u happy. Want daar is ze dan. Uw wens gaat in vervulling. De groene ster uit de musical Wicked. Ben ik te laat met bezem deze niet? Ah! Oh, ik ben zo'n groot fan. Maar waarom bent u niet helemaal groen? Ik, het regent buiten, dus... Een Broadway show in deze bus. We beginnen. Ik ook en ik wrijf door.
genoten. Genoten bedoel ik. En nu wil ik nog een liedje. Maar waar is iedereen naartoe? Laat ze even. Je moet niet te veel noot op je zang hebben. Nou, oké. Okay. Het was een geweldig publiek. Tot de volgende keer, meneer en mevrouw Noten. Dat ging maar net goed. Gelukkig was mevrouw Noten zo'n de indruk van haar musicalsterren dat ze genezen door dat verkleed vrienden van ons waren. Zo, Tess, je ziet nog steeds groen en geel, zie ik. Wacht, ik help even. Stop, dit gaat te ver. Je hebt al je vrienden opgeroepen om verkleden musicalsterren te spelen en ze doen het nog ook. Ja, goed hè. Waarom doe je eigenlijk al die moeite? Waarom is het zo belangrijk voor je? Een pestkoop heeft me ooit gezegd dat ik geen vrienden heb, maar dat het dus mis. Ja, tot dusver ging het best oké, maar toen... Ben je uit de bus! Volgens mij geloof je helemaal niks over je verhaal van een supersonische bus. Kluns! Nu zijn we aanbeland bij het moment dat we aan het begin van deze show zagen. Paniek in de bus. Je zoekt het maar uit. Jij hebt dit veroorzaakt, dus los het zelf ook maar op. Daar komt de bruid. Oh nee! Mijn huwelijksreis naar Parijs. Helemaal verpest. Omdat ik jaaglijk door naar Italië. Mijn bruidsmeisjes Janke en Janke zijn helemaal van streek. Parijs is stad van de liefde. Waarom reed je door? Zeg ons, waarom? Als u zich afvraagt waarom ik dat deed, hebben we straks allemaal duidelijk. Italië was toch ook mooi? Hoor ik daar Italië? We zijn maar 2 seconden Italië geweest, er reed gelijk naar Verwegistan. Japan, terwijl Ben en ik willen bijkleuren in het hele Italië. Job, zeg eens wat. En net als je denkt dat het niet erger kan... Houd de dief, mijn koffertje! Rennen Malediven met de bagage van de passagiers door de bus. Maar ook dit los ik op. Zijn hier dieven? Dieven? Nee mensen, geen paniek. We zijn op de Malediven. Malediven? Waar we ook zijn, dat maakt niet uit. Hier met die koffer. Oké, ik was alleen maar nieuwsgierig. Hier, kom maar halen. Hoppa! Mevrouw Criminelissen, geef terug. Kom maar halen. Hoppa! Komt ie, pa. Hoppa! Dit heet pesten en daar stoppen jullie nu mee. Zeg, niet brutaal, ik heb niet meer aan de klas gezeten. Nee, mijn man is namelijk heel erg slim. Net als ik, hè, ma? Maak het nog niet te pijnlijk voor jezelf, junior. Hij is knap vervelend. Weten jullie wat vervelend is? Ja, dat we niet weten wat er in het koffertje zit. Dat jullie aan spullen zitten die niet van jullie zijn. En dat stopt nu. Maar de bus is ook gestopt, dus we hadden die voor here we come. Deze bus gaat nu automatisch over de bodem van de zee naar het eiland. Als je nu uitstapt, moet je ook zwemmen. Gaan we zwemmen? Werd geroepen. Ruist mij Chebelzee vol geld. En ik ook, van alle emoties. Dat is inspiratie voor het lied, Mart. Nee, ik wil een vrolijke meezinger. Maar met inhoud, dus veel la 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 erin. Luister maar naar je manager. Over inhoud gesproken, wat zit erin? Begin jij nu ook al. Een liedje over een koffertje, is dat wat, Mart? Als er een liedje is, zingen wij natuurlijk mee. Tijd om iedereen in te pakken met onze muzikale klanken. Hé, hey Martje Laagkamer, waarom niet een liedje over ons? De Malediven. Boem, we're going to Ibiza. Schandalig. Dan kun je maar beter een liedje zingen over mijn koffertje. Ik doe het even voor. Het zwarte koffertje, wat zit erin? Geef hier dat ding! Houd de dief! Malediven, 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 oh, hoppa! Malediven, 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 oh, hoppa!
mensen. Het koffertje, het zwarte koffertje van Van Dalen. Het koffertje, het zwarte koffertje, wat zit erin? Geef hier dat ding! Niet nog een keer! Lekkere trek, wat jij, Mart? Nee, ik twijfel. De Malediven, daar heb je hagelwitte stranden, maar echt wit, hè? Mooi toch? Nee, van witte tanden is niet meer op. Ik wil deze bus uit! We zijn echt helemaal klaar mee, hè, zus? Zo, we zijn inmiddels alweer in de buurt van Londen. Londen? We gaan overal naartoe, maar stappen echt nergens uit. Maar als hij nu stopt, dan springen wij naar buiten. Wie gaat er mee? Ja, wij ook. Ik duik achter jullie aan. Nou, duiken lijkt me nog eng. Heel eng. Dit is Jackie Macabre, mijn eng engel. En mijn man Jack Macabre uit eng Engeland. Dus je bent gewaarschuwd. Londen kan heel mistig zijn, heel spooky. Ik zei, spooky, Londen is heel spooky. Oh, kijk zus, vreselijk. Is dat een wit laken. Nee, dat is een... Waarom kijk ze daar? Het lijkt of je een spook gezien hebt. Waar? Oh, dan ben ik spooky. Dacht even dat je mama bedoelde, doekie. Hallo, ik ben van hetzelfde laken in pak. Dus u bent gewaarschuwd. Engeland is heel eng, dus blijf in de bus. Dus u bent gewaarschuwd. Engeland is heel eng, dus blijf in de bus. Waarom praat je mij na? Waarom praat jij me na? Ik ben toch je galm voor een griezelig effect. Blijf in de bus. Zitten we ineens in een griezelbus? Ik moet er van de spanning naar het toilet. Het is ondraaglijk. Ik wint er geen doekjes om. In Engeland is het mistig, donker en koud. Ik wint er geen doekjes om. In Engeland is het donker, mistig en... Wat zei je ook alweer? Stil en schuif het op de bus. Het is... Baby met hormonnieuws. Allemaal op de grond. Daar komt iemand aan. Ik krijg helemaal zwemmerseksueel van de stress. Wie had het al aan? Met uw voetstappen, zeker met je 53, hoog te stappen. Nee, dat is mijn hart. Ik heb het niet meer. Het komt dichterbij. Ik voel onder mijn laken een ijzige wind. Oh, het zegt vlek. Oh. Wat is er, Jack? Wat gebeurt er? Ik ruik ineens afschuwelijke geur.
Sorry, dat ben ik. Ik moet echt even... Blijven jullie liggen? Dan ga ik even kijken. Nee! Het is maar goed dat ik geen graad heb, anders was ik van mijn graadje gegaan. Daar ben ik. Blijf allemaal binnen, buiten, op een rare type gewonnen. Het lijkt wel Halloween. Hé, hey, graad, wat zie je precies? Kijk maar uit het raam. Ik zie... Oh, vreselijk, een skelet. Nee, reflectie. Eens goed kijken. Paris aan de scène. Paris! Nee, foutje. Eens goed kijken. Ik zie... Italia, Italica, Pisa. Pisa! Nee, kijk daar. Een oude griezelige man. Waar gaat hij naartoe? Ik wil alles op mijn bot weten. Natuurlijk, ik weet het. Het is Saturday Fright Fever. Denk maar niet dat ik schiet. Verhalen vertellen, dat doe ik wel. Begin ik te praten, krijg jij kippenvel. Oh,
Jullie kunnen weer lachen, mensen. Wij zijn waar jullie willen zijn. Dank jullie voor jullie vertrouwen in de Big Bus Tours en tot de volgende keer. Iedereen heeft een andere stemming en jij... wat is je naam ook alweer? Zeg maar Job. Dat is grappig. Ik ken er vroeger ook een Job. Net als jij. Heel klop. Maar jij brengt steeds waar wij willen zijn? Onmogelijk. En toen dacht ik ineens, is dit niet die bullebak van vroeger op school? Maar ik hield hem nog even in. Hé, hey, zit je zelf te praten? Ik ga eens kijken waar we precies zijn. Nou, ik kan wel bedenken waar ik heel graag wil zijn. Zie ik eerst op waar het is, Emma? Junior, gedraag je! Ik denk aan een plek waar ik heel gelukkig ben, wat jij bent er. Ik ben gelukkig als jij ook bent. Namelijk laagkamer, zeg op, waar zijn we? Mensen, we zijn op deze geweldige plek ever. De Malediven. Londen! Daar waar mijn man is. We zijn in Italië. Nee, veel mooier. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Ik groei je titel, Bart. We zijn weer thuis. Ik voel een eentje opkomen. Ja, briljant. Ik ook. Meegekregen. Maar laten we niet overdrijven. Tja, de rit was gratis, dus dat was wel oké. Okay. Gratis? Ja, dat zullen we toch allemaal op het begin. Stap maar wij eens in, kom maar bij. Deze rit die krijg je van mij. Gratis, dus gelukkig niet duur. Ik kreeg van de week een uitnodiging van Big Bus Tours in de bus. Waar je maar naartoe wilt, het is gratis, stond erop. Moest even bellen, kreeg een aardige gast aan de lijn. Ik zei... Malediven graag, hij zou bus 8. Bij ons ook, maar wij zouden dus naar Londen gaan. Italië, met bus 8. Volgens mij is er een beetje met mijn lijst gerommeld.
en dat viel ook vast op. Meneer Van Dalen zorgde ervoor dat alle passagiers in bus 8 terecht kwamen. Maar waarom? En dus riep iedereen... Meneer Van Dalen! Oh, zijn we op onze bestemming? Meneer Van Dalen, ik wacht op antwoord. Wij allemaal! Dat heeft allemaal te maken met dit koffertje. Ik kreeg namelijk de opdracht om jullie allemaal uit te nodigen voor een reunie. Een reunie? Door juf Malou en juf Frenny van de conservatorieschool. Die reunie was al eerder gepland. Maar ja, toen had iedereen het te druk. De een moest trouwen, de ander op vakantie. En Wering was druk met zijn nieuwe hit. En daarom werd dit bedacht. Hebben we allemaal zelfs op klas gezeten? De klas die ik aan de hand van mijn vader het eerst in kwam gelopen? Ik was zo mijn nieuwe hit bezig. Ik had jullie helemaal niet herkend. Dus, dan noemde ik je altijd Flop. Noem mij nooit meer Flop, oké? Zeker niet, want jij bent top. Altijd om een excuus willen maken. Ik was die tijd toen zelf wat onzeker, maar dat is nooit een reden om iemand te pesten. Sorry. Deze man heeft mij niet gemaakt tot wat ik ben. Ik heb altijd al voor het beste willen gaan in een wereld waarin je fouten mag maken. Als je je best maar doet. Nogmaals, sorry. En nu doet hij zijn best. Nogmaals, sorry, sorry, sorry. Heel erg zijn best. En wat heb jij veel vrienden, zeg? Van professor Elektra tot de sterren op Broadway. Ik heb ooit net zo geliefd worden als jij. Oh, ik ben trots op je grote mond, maar een klein hartje. Kom dicht, anders moet ik huilen. Zie je wel. Inderdaad, joh. Wat heb jij veel vrienden. Vet veel vrienden. Weet je wat mij vet lijkt? We staan op watjes zoals een Broadway. Ga allemaal maar staan en een applaus voor Job en zijn vrienden. Kom op, allemaal staan! Geweldig, wat een publiek. Al ben ik het gewend, ik krijg vaak een open doekje. We mogen allemaal weer gaan zitten. Ik wil alles nog wat bot weten. Ik ben trots op jullie allemaal. Normaal de hele dag alleen maar boe. Fantastisch. Juf Malou en juf Frenny zouden ook trots zijn. En bij de volgende reunie niet zo lang wachten. Jullie hebben een bijzondere tijd met elkaar gehad. Nou, doedeloe. Wacht eens even, meneer Van Dalen. Wat zit er nou in die koffer van je? Willen jullie dat nu weten? Joh, laten we wachten tot de morgen. Nee, nu! Wat zit er nou eigenlijk in die koffers? Nou, jullie twee zijn vervelend. Zijn soms je Frenny en Van Loe. Misschien moet ik over de koffer heen wrijven. Misschien komen ze dan wel uit. Jullie leerkracht staat op jullie te wachten in de coulissen. Nee, er zit iets anders in het koffertje. Kijk maar. Het koffertje ging open. En inderdaad, hij had het ultieme bewijs. Gemaakt voor een nieuwe reis. De klassenfoto. Hallo? Het werd een topreunie. Thank you.
De reunie was bijna afgelopen. Maar toen kwam ik met de bus in en zij... Hey, zijn jullie nu al klaar met het feestje? Nog één keer en dan alle... Rennen los! Jeetje jongens, ik zei het al tegen een aantal van jullie. Volgens mij hebben jullie beste optreden ooit neergezet. Applaus! Echt onwijs trots op jullie allemaal. Jullie stonden allemaal te stralen, te shinen. Nou, noem het allemaal maar op. Super knap. Jullie zullen best wel een beetje warm hebben, gok ik. Zoek zo meteen eventjes iedereen op die voor jou gekomen is. Geef ze even een knuffel. Kleed je even om als je dat deels wil in de klas. Of er staat ook wat lekkers in de klas. Pak wat. Misschien heb je wel... misschien heb je nog niet genoeg pannenkoeken gegeten. 8 of zo. Ik weet niet. 9, ik hoor het al. Doe dat lekker. En over een kwartiertje ongeveer gaan we weer met elkaar verder. Geniet ervan. Thank you.
Stop eens met drinken. Meester in schoten, niet drinken. En ga zitten. Zitten. We zien even de deur lopen. Even wijnen, niet wijnen. Oh nee, niet wijnen doen, hè. Oh nee, niet. We gaan het op jou hebben. De hele avond, is dat, hè? Oh, lekker. Mag je het opdrinken? Nee. Oh. Beste mensen, het subtiel duidelijk gemaakt dat het nog niet de bedoeling was om te gaan drinken.
Omdat we even met elkaar naar het glas willen heffen. Het glas op groep 8. En fantastisch nieuws voor die gekregen. Dus met z'n allen, proost! Dames en heren, terwijl jullie genieten van broodje, wil ik even wat woorden wijden aan groep 8 en de kinderen. Dit is niet het onderdeel waar het meest naar uitgekeken wordt. Ik hou het daarom ook echt kort. Maar ik ga mijn best doen om het toch enigszins aansprekend te maken. In ieder geval wil ik beginnen met het compliment aan groep 8 van een fantastische musical die jullie hebben opgevoerd. Het is echt hard voor gewerkt, dat heb ik gezien. Juffer Freddy en Malou, maar ook juffer Rita en Olena die het prachtige decor gemaakt heeft. De mensen van het geluid, Koert, Joost, David, Jelle, de studenten die gesminkt hebben, de ouders van de OR die hier al de hele dag zijn in de voorbereiding zijn geweest om Rotterdam. Er zit ontzettend veel organisatie aan zo'n avond vast en dat is geweldig. Die hebben het allemaal mede mogelijk gemaakt. Heel veel dank daarvoor. En jullie van groep 8 kinderen hebben niet alleen voor de musical heel hard gewerkt, maar je hebt ook heel hard gewerkt in de klas. En ik ben hier nog niet zo lang op school, maar ik heb regelmatig gezegd tegen juf Maroen en juf Fanny, ongelooflijk zeg, zijn ze hard aan het werk, nog steeds. En dan was hier een van de juffen, die was in het kantoor, en zei, kun je even meelopen met elkaar? En ze zijn allemaal aan het werk. Dan liepen we samen naar het lokaal toe, en dan waren ze allemaal nog steeds aan het werken. En die fantastische uitscoren die jullie gehaald hebben, waar je zo trots op mocht zijn, dat was voor mij ook een succesmomentje. Want bij de SPCO, dat is de overkoepelende organisatie voor alle scholen, dan gaat het bij de DO eventjes met directie overleg. Dat was de uitscoren bij jullie. Ja, toch. Daar kon je mee thuiskomen om het zo maar te zeggen. Dat is leuk. Dit is ook een avond om terug te blikken. En de meeste van jullie die liepen hier zo'n 8 jaar geleden de Constantijnschool binnen. Dat was in 2014 of in 2015. En wat voor tijd was dat ook alweer? Ik heb even Google geopend. Ik heb 2014 en 2015 getypt en dan kom je vrolijke en ook minder vrolijke dingen tegen. Zo was 2014 het jaar van de Eerste Koningsdag. Maar ook van de vliegramp met de MH17. En het WK voetbal in Brazilië. 2015 was het jaar van de aanslagen in Parijs, maar ook van de start van de Tour de France in Utrecht. Dat is een reden terug in de tijd, toen waren jullie kleuter. In 8 jaar op de Constantijnschool heb je veel geleerd. In de kleutertijd heb je geleerd hoe je moet samenwerken, dat je niet altijd je zin kunt krijgen, maar dat je moet delen. Je hebt leren lezen, je tafeldiploma heb je gehaald. Ik hoor aan het gelach dat sommigen nog steeds moeten leren delen. In elk jaar van die basisschool heb je je rugzak gevuld met nieuwe kennis en vaardigheden. Om tenslotte in de laatste groep, groep 8, je carrière op de Constantijnschool af te sluiten. En het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Met ook heftige gebeurtenissen waar we nu niet te veel op ingaan. Maar wat zijn we blij dat we hier vanavond van alle 32 kinderen uit groep 8 afscheid kunnen nemen. Juf Malou en juf Frenny hebben jullie hard laten werken. Maar er waren ook regelmatig was het vol lof over hoe jullie aan het werk waren en hoe fijn het was om met jullie te werken. Naast alle instructies en lessen hebben jullie 8 jaar lang verhalen uit de Bijbel gehoord. En vanavond zullen jullie de Bijbel ook meekrijgen. Als we iets hebben willen meegeven, is het dat de verhalen uit dat oude boek springlevend zijn. En nog steeds actueel. In Matteüs 13, vers 31 en 32, geeft Jezus het voorbeeld
dat Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Het is een van de kleinste zaadjes waaruit een hele grote boom groeit. En de boodschap achter het verhaal is: uit iets kleins kan iets groots voortkomen. Misschien zul je niet dagelijks in de Bijbel lezen. En misschien ben je zelfs al de verhalen weer een beetje vergeten. Maar als je onthoudt dat God liefde is en je probeert de ander lief te hebben als jezelf, dan ben je al een heel eind. Op de Constantijnschool hebben we je naast alle instructies en vaardigheden ook iets willen meegeven van Gods liefde en de mogelijkheid die ieder van jullie heeft om de wereld van de ander een stukje mooier te maken. En dat hoeven geen grote en indrukwekkende acties te zijn. Kleine dingen kunnen het verschil maken. En daar heb ik tot slot een kort verhaaltje bij gevonden wat ik jullie wil voorlezen. Er staat boven mogelijk en onmogelijk. De wereldverbeteraar was moe en de wereld was nog steeds niet verbeterd. Hij besloot om naar zijn leermeester te gaan, die in een huisje aan de oever van een groot meer woonde. Op deze rustige plaats hoopte hij nieuwe energie en nieuwe ideeën op te doen. De meester ontving hem op de veranda, bood hem een stoel aan en zette theewater op. Na de klacht van zijn leerling te hebben aangehoord, zat hij een tijdje te peinzen. Toen stond hij op, nam een schepje theeblaadjes, liep naar de rand van het meer en gooide de theeblaadjes erin. Even kleurde een deel van het water, maar de kleurstof loste al spoedig op in de grote watermassa. Vervolgens schepte de meester een lepel theeblaadjes in een kopje en schonk er water op. Het water kleurde roodbruin en geurde kruidig. De meester nam een slokje van de thee en zei: een groot meer kan door één lepel niet veranderd worden. Een kopje thee wel. Hij keek de leerling aan en sprak: streef het mogelijke na. Jaag het onmogelijke niet na en leer het onderscheid tussen beide goed kennen. Groep 8, het gaat jullie goed. Ja, en dan is het nu bijna tijd om jullie allemaal individueel even toe te spreken. En je zult zo meteen echt wel zien hoe dat gaat. En we hebben allemaal iets voor jullie bedacht. En je hoeft niet te denken, wanneer ben ik nou aan de beurt? Want dat zie je vanzelf. Maar als iedereen geweest is, hebben we zo meteen in groep 3 helemaal aan het eind van de avond nog een tasje staan. Wat zit erin? Wat zit erin? Misschien wel een foto. Oh, de Bijbel. Een nette nog. De koppenkaart. Dit is nog een kopie. Die krijg je volgende week maandag, denk ik. Daar krijg je dan de echte versie van. Een rapport. Het allerlaatste rapport van de kosten. Tot op vandaag nog heel hard aan gewerkt. Want ze hebben vandaag nog een toets gemaakt. En gisteren en eergisteren keihard gewerkt. Wel een paar open boektoetsen, open Chromebooktoetsen, dat wel. Een foto. In een lijstje. Gezellig. Een mooi gedicht, om even over na te denken. Beste tas. Een heel, heel, heel mooi boek. Daar heb je, denk ik, thuis wel even heel veel aandacht voor nodig. Gemaakt door Maaike en Dianne, de ouders van Merel en Kat. En op de voorkant kun je zien voor wie die is. Die mag je dus aan het eind van de avond ophalen. Vergeet het niet, want nu weet je wat erin zit. Superleuk om daar even veel aandacht voor te hebben thuis, om goed in te kijken en mooie herinneringen voor later. Dan is het denk ik nu tijd om de individuele stukjes te doen. Juf Marloe, wilt u nog wat zeggen? Nee hoor, ik mag zo meteen. Maar het team kan denk ik naar voren komen dan. Yes.
Ik mag nog wel even. Nou, we moeten allemaal onze ogen richten op het bord, want daar... Oh, ik moet hard praten en rustig, zie ik achter. Dat hebben jullie misschien niet gezien, maar de juffen daar zaten tijdens de musical met borden omhoog om de kinderen een beetje... Dus ik zal rustig praten. Dankjewel. Op het bord zie je zo meteen de start van een filmpje. Kijk goed, vooral de kinderen van groep 8. Zie je iets herkenbaars? Dan moet je even naar voren komen. Veel plezier. Ja, komt u maar. Even zitten. Ja, ja. Lieve Levi, onze vrolijke grapjas die de oren van je kop kan praten. Al was het bij jou soms wel de vraag of je zelf wel wist wat je wilde gaan vertellen. Als kleuter wist jij alle landbouwwerktuigen feilloos te benoemen. En je genoot van buitenspelen en bouwen. Vraag ons af of die grove motoriek wel genoeg ontwikkeld is bij de kleuters. We weten allemaal, denk ik wel, dat een extra fietslesje voor jou geen kwaad kan. De fietsreis naar Driebergen, die wilde in het begin niet zo goed lukken, hè? We waren nog niet eens de straat hieruit of meneer die lag op zijn snuffert. Nou, maar gelukkig zijn er wel zat andere vaardigheden ontwikkeld bij de kleuters. Jouw liefdesleven bijvoorbeeld, al was die ook maar van korte duur. Want op kamp liet je iedereen even weten dat je al sinds groep 2 single bent. Nou, geen zorgen, Levi, want met zo'n lekker gebruind lichaam staan de meiden straks vast voor je in de rij. Nou. Nee, Levi, jouw prioriteit ligt niet bij meidenscoren. Jij wilt later marinier worden en met het salaris een Mercedes G-klasse of een Audi RS6 kopen. Kom je tegen die tijd dan wel even voorbij scheuren hier, want wij... rijden graag een rondje met je mee. Lieve Levi, we gaan jouw geklets en vrolijkheid echt missen hier. We wensen je heel veel succes en plezier op de Minkema. Krijg je een mooie roos, die mag je wel meenemen. Kijk uit voor de prikkels. Kato, of moet ik nou Tess zeggen? Jeetje, wat is die rol jou op de huid geschreven, zeg. Iemand die dingen wil regelen, wil helpen en dit ook goed wil doen. Want Kato, dat is echt hoe de juffen en meesters jou op de Constantijnschool wel kennen. Nooit te beroerd om te helpen of je hulp aan te bieden. Tenminste, op school dan. Wellicht als je dit lastiger thuis vindt als je de tafel moet dekken, toch? Ja, jij was als klein kleutertje, dat heb ik dan gehoord, ook al aan het zorgen en helpen. Eigenlijk was je toen een soort hulpjuf. Dat stukje zorgen zit blijkbaar in de familie, want op de theemiddagen, elke vrijdag in groep 8, bracht je ook thee bij andere juffen. Je zorgt er niet alleen voor dat je anderen helpt,
Maar je hebt ook je eigen zaakjes altijd goed op orde. Je bent serieus en super leergierig. We hebben daarom ook alle vertrouwen dat het met jou wel goed komt op het VWO. Over één ding maken we ons toch nog wel een beetje zorgen. Cato, als puber. Tijdens het kampvuur was je maar aan het beppen met je vriendinnen. Terwijl het tijdens het spel helemaal stil moet zijn. Weet je dat nog? En juf Malou zei, sst, anders moet je naar binnen. En weet je nog hoe je reageerde? Niet geschrokken of door stil te zijn. Je was enorm blij. Mogen we dan nu echt naar binnen? Mogen we alsjeblieft nu naar binnen? Al die spelletjes in dat donkere bos, dat vond je maar niks. Gelukkig schrijf je in je opstel wel dat kamp je leukste herinnering op de basisschool was. Hebben jullie gelukkig niet te bang gemaakt. Je hebt het erover dat je later juf wil worden. Totaal niet verrassend natuurlijk als je net goed jouw omschrijving hebt gehoord. Wij kijken er nu al naar uit. Wat zal jij een goede juf worden? Als je dan maar wel op de Constantijn stage komt lopen, kunnen wij lekker achterover hangen. Of je met het salaris van een juf ook in een zwarte Range Rover kunt gaan rijden. Dan mag je eerst nog wel een paar keer gaan staken op een Malieveld in Den Haag, denk ik. Ga je goed, meisie? Cato! Cato! Lekker zitten. Lieve Daniël, toen jij bij mij in groep 5 zat, toen kwam jij na de herfstvakantie nieuw bij ons op school. En je hebt toen al heel snel je plekje gevonden. Ik heb jou toen leren kennen als een hele levendig jongen. Met een goed gevoel voor humor en heel fanatiek met spellen. Is dat nog steeds zo? Ja. Ja. Zie je, sommige dingen veranderen niet. Als jij ergens enthousiast over aan het vertellen was, dan praatte je handen ook mee. Dat vond ik zo grappig. En de afgelopen jaren heb ik jou van een afstandje verder zien leren en heb je heel veel geleerd. Natuurlijk in de les, maar ook heel sociaal met je vrienden omgaan. En daar mag je trots op zijn. En nu ga je volgend jaar beginnen aan de Karlsbeek met een prachtig HAVO-advies. En precies wat de toekomst verder brengt, weten we niet misschien. Maar misschien zien we jou over 10 jaar wel als een acteur. Of langscheuren in een BMW 350i of in je boot, kan ook langscheuren. Hoe dan ook. Als jij zo positief en behulpzaam blijft zoals je nu bent, dan heb ik alle vertrouwen in jouw toekomst en wensen je het allerbeste. Heel wat gebeurt sinds de kleutergroep. Doet hij het wel? Je geeft zelf aan dat je verlegen bent. Zo ken ik je ook. Als een rustig en betrokken meisje. Maar ik zie nu hier een prachtige mooie meid. Die super gegroeid is in zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Je hebt je huiswerk altijd heel goed op orde. En zo goed dat je de juffen ook scherp houdt.
zodat zij het huiswerk niet vergeten om terug te geven. Heel goed. Je houdt veel van tennis en je hebt een paar fijne, beste vriendinnen waar je echt mee kan lachen. En dat is belangrijk, Brit. Blijven lachen. Vooral straks op de Kalsbeek Schilderspark, waar je HAVO-VWO gaat doen. Wat je best spannend vindt. De toekomst ligt nog helemaal voor je open. Je weet het nog allemaal niet. We weten zeker dat het goed komt met jou. Het ligt in ieder geval niet aan wat je te eten krijgt thuis. Want je moeder ging jarenlang mee op kamp om te koken. En wie weet, volg je haar nog eens op en dan zien we je nog eens. Het gaat goed. Vera, kijk, ja, je bent bij mij in de kleuterklas ben je begonnen. Ja. En daar had je het al heel vaak over Krav Maga. Dat ik dacht, waar gaat dat over? Maar je wist het heel goed te vertellen, want ik had geen idee wat dat was. Jij wist het precies te vertellen. Een vechtsport waarbij je jezelf leert te verdedigen. Klopt dat? Ja. En je beoefent het nog steeds? Nee, dat niet meer. Oh, nog niet, maar je weet de technieken nog wel, hè? Ja, want dat hoop ik toch wel in mijn stukje. Ja, je gaat rustig, tevreden, creatief, sportief, onderzoekend, het liefst alleen je eigen weg. Je wilt in de toekomst graag naar Engeland of zelfs naar Australië. Nou, op reis gaan, ik geloof dat je dat al regelmatig oefent. Ja, de hond uitlaten duurde geloof ik al een keertje 2 uur. Zodat de vader maar eens even ging zoeken van waar blijft ze toch? Ja. En op kamp ging je ook op weg, hè? Bij het foto's zoeken. Zomaar ineens je eigen weg. En je was de hele groep geloof ik kwijt. Toch? Ja. Maar gelukkig vond je de weg weer terug naar de groep. Nou, en ik heb het er hier geen eens in staan, maar vanavond ging je ook behoorlijk op reis. In de musical, ja. Nou, na de zomervakantie ga je ook elke dag op reis. Naar Juverta in Montfort. Ja, dat wordt weer oefenen in op weg gaan. Nou, na al dat oefenen en met jouw verdedigingstechnieken kan jij later op weg de wijde wereld in. En ik weet zeker dat jij altijd weer de weg naar Woerden kan vinden. Ook naar je ouders. Ja? Goeie reis alvast. Maria, jij hebt me ooit, je zou het niet denken, maar het zweet op mijn rug bezorgd. En je raadt nooit wanneer dat was. Dat was toen jij met je vader en je moeder op kennismakingsgesprek kwamen hier op de Constantijnschool. En dat gesprek, dat moest ik voeren in het Engels. Nou vond ik het al spannend om een kennismakingsgesprek te doen. En toen moest het ook nog in het Engels. Maar jouw ouders waren zo verschrikkelijk lief en zo aardig.
En jij kwam bij mij in groep 3 en ik stond er helemaal versteld van hoe goed jij al Nederlands sprak. En je kon gelijk aan het pluswerk. Je bent een slimme meid, maar je bent ook enorm creatief. Als er iets creatiefs gemaakt moet worden, roep Maria. Nou, later bleek natuurlijk wel van wie je dat had. Kijk naar het podium. Maar je bent ook creatief met muziek. En dat hebben we gezien tijdens de paasviering. Toen je prachtig piano gespeeld hebt. Dikke vriendinnen met Britt en Stefanie. Stefania. Ik vind het ook spannend. Later woon je in Amsterdam. Let op. En verdien je €300.000 per jaar. Het is duidelijk, Maria gaat het onderwijs niet in. Ze wil net als haar vader in de technische dienst werken. Je kijkt terug op leuke schoolreisjes. En je hebt het heel fijn gevonden met de musical en het kamp van groep 8. En ook vond je het leuk om bij de kleuters te helpen, bij de vossenjacht of het kleuterfeest. Lieve Maria, ik wens je een mooie tijd op het Karlsbeek College, locatie Schilderspark. Ga je goed. Met jou viel er eigenlijk elke dag wel wat te beleven. Een dag met jou was eigenlijk gewoon nooit saai. En weet je, zelfs de nachten op kamp waren niet saai. De juffen die dachten eindelijk een paar nachten thuis weg te kunnen om bij te kunnen slapen zonder die peuterpubertjes thuis. Dacht jij dat het juist leuker was om iedereen wakker te houden? Nou, de meiden die trapten daar gelukkig niet in en je hebt daar heerlijk geslapen. He? Weet je het nog? Hey, en weet je wat nou zo leuk is? Dat jij zo'n prachtige eigenschap hebt. Want je bent altijd super, super eerlijk. Als wij aan jou de vraag stelden wat er gebeurd was en hoe dit dan kwam, gaf je ons echt altijd, en dat wisten we 100% zeker, een eerlijk antwoord. Blijf dat volhouden, Rohan. Dan weten we gewoon wat we aan elkaar hebben, toch? Dat eerlijke verhaal zagen we ook terug in jouw opstel. Jij schreef letterlijk, ik ben een jongen. Ik kan rustig of druk zijn. En meestal wel grappig. Ik had geen betere omschrijving voor jou kunnen geven. Want dat hebben wij vaak om jou kunnen lachen. Later wil je dan ook wel een gezellig beroep. Ook dat past bij de omschrijving die je jezelf gegeven had. Gezelligheid. Daar hou je wel van. In je opstel had je het over jouw vrienden. Die lijst stopte pas na, ik heb ze even moeten tellen hoor, 36 namen. Je hoopt in de toekomst dezelfde vrienden te hebben. Rohan, ik denk dat als jij zo trouw en eerlijk blijft, dat dat wel goed moet komen. Blijf ook zo trouw met het maken van huiswerk. Dat deed je het laatste jaar vaak op school. En wat deed jij dat supergoed. Die middagen gaan juf Meloen en ik wel missen hoor. Want ook toen was er wel ruimte voor gezelligheid. En het eten van chocola. Niet doorvertellen. Veel succes op het Karlsbeek, Rohan. Het ga je goed, jongen. You.
Ja, kom lekker zitten. Ja, ik had opgeschreven, lieve Sophia, wat ben je een lieve meid en wat een leuke meid. Maar ik kan wel zeggen dame, want volgens mij ga ik het niet meer winnen qua lengte. Je bent altijd heel erg precies, vooral als het om je kleding en je make-up gaat. Want ja, je weet nooit wie je tegenkomt. En ja, wie weet wil je nog een TikTok-filmpje opnemen. En over TikTok gesproken, heel lang geleden, in groep 5 of zo, was jij zo slim. Ja, voor TikTok moet je een toestemming hebben of een volwassen account. Was jij zo slim om mijn e-mailadres te gebruiken? Om een account aan te maken. Nou, gelukkig is het allemaal goed gekomen. Maar daar moest ik nog wel even aan denken toen ik een stukje voor je schreef. Je bent een hele gezellige meid. Je hebt heel veel vriendinnen met wie je ook gezellig kletst. Kletsen doe je trouwens sowieso graag. Ook met je ex-vriendje Thijs, heb ik begrepen. Nou, in de toekomst hoop je in ieder geval dat je nog steeds veel vriendinnen hebt waarmee je leuke dingen kunt doen. Je wil graag in een heel groot huis wonen, in Woerden, met je man of met Sammy samen. Je gaat werken als pedagogisch medewerker of nou ja, misschien word je ook wel juf. Nou, kom je dan wel op de Constantijn werken, als je dan toch juf wordt? Ik weet alleen niet of dat grote huis in Woerden dan haalbaar is, maar goed, dat kijken we tegen die tijd wel. We zouden het in ieder geval leuk vinden als je dan een keertje weer bij ons terugkomt. Maar laten we in ieder geval beginnen bij het begin. Want de basisschool, die is afgerond. En we wensen je een hele goede tijd toe op het Carlsbeek College. Zo, lieve Tijen. Ik weet nog goed dat je bij mij in de kleutergroep kwam. Zo'n meter korter dan nu. En dat je in de kring regelmatig wegdroomde totdat we gingen kiezen. Want dan wilde jij in de bouwhoek. Je bouwde daar de prachtigste gebouwen en had een groepje vrienden die graag meededen. Nu zit je in groep 8. Houd je van gamen en van vechtsport. En later verdien je 4000 euro per maand. En rijd je in een snelle sportauto met allerlei gadgets. En heb je nog wat vrienden van de basisschool, maar ook van de middelbare school waar je regelmatig mee optrekt. Tijen, je gaat naar het VWO op de Carlsbeek Schilderspark. We wensen je een hele goede toekomst toe. En misschien dat je na de Carlsbeek toch wat gaat doen met dat bouwkundig inzicht wat je nog uit je kleutertijd hebt. Het gaat je goed. Ik mag gewoon blijven zitten, Vera. Ik ga nu even vragen of de lichten ook aan mogen, want anders moet ik toch nog een bril op gaan zetten. Dankjewel. Je was net terug uit Singapore.
toen je bij ons in de kleuterklas kwam. Best een cultuurschok, want daar ging je 's morgens vroeg al met de bus naar school en hier kon je gewoon lopen. Je vader was daardoor wel vaak een hele lange tijd van huis, dus dan vermaakte je je met je moeder en je zus. Je hebt snel je draai gevonden toen je bij ons op school kwam, in de klas. En je was een vrolijke, rustige kleuter die graag knutselde, in de huishoek speelde en ons ook heel graag hielp. Je hebt je basisschool dus in twee verschillende culturen doorgebracht. Met vrienden in twee verschillende werelddelen. En later wil je toch weer gaan wonen in Singapore. In een appartement met een hond. En dat gaat jou zeker lukken als echte wereldburger. Want je spreekt naast Nederlands heel goed Engels. En een beetje Indonesisch en Mandarijn, heb ik gehoord. Maar eerst ga je VWO doen op het Kalsbeek Schilderspark. En het gaat je heel goed. Sophie, onze enthousiasteling. En dat hoef ik tegen niemand eigenlijk te vertellen. Want als we van jou vandaag op het podium zagen. En als er iemand altijd vrolijk en altijd enthousiast is. En van gezelligheid houdt, dan ben jij dat wel. Op school dan, want we hoorden tijdens de seksuele voorlichting wel eens anders van jou. Dat het thuis wel eens anders ging. Toch? Weet je het nog? Wat konden wij jaren van jouw schaterlach genieten? Als jij moest lachen, moesten wij dat stiekem eigenlijk ook. Dit enthousiasme zag je bij jou ook terug in je houding op school. Je deed werkelijk altijd mee met de lessen. Was altijd betrokken en wilde het liefst alles weten. En als wij dan even niet scherp waren, hadden we gelukkig juf Sophie nog. En komt dat even mooi uit? Jij wil later ook juf worden. Fijn dat wij vaak gezegd hebben dat we op de Constantijnschool altijd pizza eten tijdens 10 minuten gesprek. Hè? Want blijkbaar is het jouw lievelingseten. Zorg er maar dan maar voor dat je bij ons komt werken. Soms zagen we de puberhouding, waar jij het ook over had, wel terug. Of we, buiten de klas, nog 5 minuten langer uitleg konden geven over Reken Excel. Het extra werkboekje van rekenen. Want dan hoeven we tenminste niet in de klas aan het werk. Waren jouw woorden. Je houdt van aanpakken op verschillende vlakken. Als er dingen geregeld moesten worden, dansjes voor de musical bijvoorbeeld, hoefden we daar nooit achteraan. Dit kan je echt aan jou overlaten. Volgend schooljaar ga je naar het VWO op de Passie in Utrecht. Naast het wennen aan het gemis van, ja, ik weet niet of ik dit nog moet zeggen, van Tije, die 2 weken geleden voor jou op zijn knieën ging. Het wennen aan de middelbare school. Moet jij ook wennen aan het treinleven. Maar als je ziet hoe je andere dingen aanpakt, lukt het jou straks met gemak. Veel plezier, Sophie.
is. Oude foto's hè, van vroeger, als je dat weer terug ziet zo. Jij was voordat je op school kwam al kind aan huis hier. Want jouw moeder was veel op school om te helpen. En je wist daarom de weg naar de teamkamer, bijvoorbeeld voor een koekje of een gezellig praatje met Danita, al heel snel te vinden. Ik heb van de kleutercollega's begrepen dat het daarom best wel even wennen was toen je eenmaal op school was om niet meer zomaar ongevraagd naar de teamkamer te lopen. Wij kenden jou als iemand met een hele positieve energie. Iemand die stralend de dag begint en altijd enthousiast is. Het is dan ook niet zo gek dat je zoveel lieve en fijne vriendinnen om je heen hebt. Je bent muzikaal en houdt van dansen. En in het leerproces hebben we gezien dat je echt een enorme doorzetter bent en altijd jezelf wilt verbeteren. Wat een mooie eigenschappen zijn dat. Hiermee ga je het zeker wel redden straks op het Karlsbeek Bredius als je de MAVO XL gaat doen. En hoe je toekomst er straks verder uit gaat zien, dat weet je nog niet precies. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat je met de persoon die je bent er zeker iets moois van gaat maken, Lois. Nick, 8 jaar geleden kwam jij bij ons op de basisschool in de kleutergroep bij juf Margriet, maar ook bij mij, ik weet het nog goed. En je kon toen al heerlijk vertellen en je had een hele brede interesse. In de loop van de jaren heb jij je heel mooi ontwikkeld bij ons op school. En je hebt heel veel talent, maar afgelopen schoolkamp ontdekte ik nog 1 talent van jou, die wist ik nog niet. Ik ging een potje memory spelen, wat zeg ik, meerdere hè Sammy? Geen 1 keer gewonnen van jou. Jij wist ze echt allemaal. Wij zeiden op een gegeven moment, kijk je door de kaartjes heen of zo? Toen zei je, nee, dat is niet zo. Nou, dat scheelt. In je opstel beschrijf je mooie toekomstplannen. Je hoopt later een supergroot bedrijf te hebben. Dan wil je 1000 euro per maand verdienen, maar wel alle kosten daar al af, schreef je. Slim trouwens. Je wilt wonen op een drijvend eiland, interessant. En wel met een brug naar het land. Want je wil wel een huis met een grote tuin, want je houdt veel van natuur. Hè? Nou, dat wist ik ook nog wel. Nick, de 8 jaar op onze school zijn omgevlogen. En nu is het voor jou tijd voor de middelbare school. Jij gaat naar het Karlsbeek College en je mag HAVO-VWO gaan doen. Lieve Nick, heel veel succes en heel veel geluk voor je toekomst. Wat hebben wij heerlijk met jou en om je kunnen lachen. Jij kunt zo duidelijk genieten. Elke dag ben je wel in voor een grapje. Alleen die van de juffen vond je niet altijd leuk. Kun je het nog herinneren op kamp? Als grapje hadden de juffen jouw snoepzak meegenomen. En in je eerste emotie riep je, wat een rot juffen!
daar maken wij nu natuurlijk weer grappen over. Het mooiste aan dit hele verhaal is dat jij hier eigenlijk een enorme stap in hebt gemaakt. Waar jij in groep 7 moeite had om soms rustig te blijven, moeten wij nu echt ons best doen om je op de kast te krijgen. Een verandering waar jij enorm trots op mag zijn, Thijs. Gelukkig ervaar jij die successen ook, bij de voetbal en thuis. En het is overigens niet de eerste keer dat jij zo'n verandering in gang hebt gezet. Vanuit betrouwbare bronnen hebben wij gehoord dat jij lezen vroeger echt niks aanvond. Met moeite lukt het jou om een Donald Duck te lezen. En nu? Je hoorde dat veel lezen zou helpen bij het verbeteren van begrijpend lezen en spelling. Onze Thijs had dus weer een doel voor ogen en ging hier als een gek voor. En ook nu had je weer successen behaald. Prachtige resultaten en het mooie is, we moeten nu de boeken bij je weghalen. Als jij zo door blijft gaan met deze aanpak, komt het wel goed met het werken bij Unica. Het bedrijf waar je vader ook werkt. Het krijgen van een leuke vriendin, een mooi huis en een supercar. Thijs, geniet op de middelbare. En alvast een tip van de rotjuffen. Verstop je snoepzak goed tijdens het kamp. Er lopen daar namelijk nog meer juffen, of eigenlijk leerkrachten rond. Zo, lieve Naomi, daar hebben we onze drama queen. Wat kan jij lekker janken, zeg? Een rol die jou op het lijf is geschreven. Want hoeveel blessures en pijntjes hebben wij de afgelopen jaren wel niet voorbij zien komen? Gelukkig was de juffer om jouw jas uit te doen, hè, nadat je de vaccinatie voor 12-jarigen had gekregen. Ja, dit echt pijn. Gelukkig is er naast een hoop drama ook ruimte voor hard werken bij jou. Om foutjes uit het spellingwerk te halen, ben je keihard aan het werk gegaan tijdens de dictees. Alle woorden schreef je eerst 2 keer op, om zo zekerder te zijn van de juiste schrijfwijze. Je zult nu vast wel zere vingers hebben, hè? Zelf geef je in het verhaal over de toekomst aan dat je hoopt op een reunie en dat je het toneelspelen toch wel het allerleukste vond op de basisschool. Jij herinnert je zelfs nog dat jouw acteercarrière begon bij de kleuters met het spelen van Jip en Janneke tijdens het Constant Theater. Het is dan ook niet zo gek dat jij jezelf in de toekomst iets in de media ziet doen of op het toneel. Lieve Naomi, we wensen jou heel veel plezier en succes op de Kalsbeek, op het Predius. Kom je over 15 jaar vertellen waar je uiteindelijk terecht bent gekomen, want die reunie, die laten we mooi door jou organiseren. Kunnen we lekker janken met elkaar. Deciano, wat ben jij een lieve, rustige jongen. Of, zoals je het zelf zegt, mijn karakter is niet echt druk.
Je bent heel zelfstandig en je hebt je zaken keurig op orde. En tijdens de lessen ben je ook super betrokken. Ik heb gehoord dat het in groep 5 regelmatig gebeurde dat je zo in je leesboek verdiept zat, dat je niet eens door had dat de pauze al was begonnen. En in de toekomst heb je ook hele, hele grote plannen, kan ik je vertellen. Een eigen bedrijf, schoenen verkopen, goede business en je verdient er bakken met geld mee. Gelukkig heb je daar ook al een bestemming voor, want je wil graag een mooie Tesla, Lamborghini, misschien een privéjet erbij, huisje in het buitenland, grote villa. En dat deel je dan samen met een hond, twee kinderen, een vrouw. Nou, die start van die carrière, man, dat was wel hier op de Constantijn. Een school waar je ook goede herinneringen aan hebt. En wij zijn eigenlijk blij dat we een eerste steentje hebben mogen bijdragen aan jouw carrière. Heel veel succes op het Carlsberg College. En dat eerste paar schoenen, dat kom je toch zeker wel aan mij verkopen, hoop ik. Ga je goed. Zitten, Luc. Lieve Luc, jij gaat nu ook afscheid nemen van de basisschool. Wij kennen jou als een hele vriendelijke jongen, gedreven om het goed te doen en soms een beetje verstrooid. Zo vergeet je regelmatig je spullen en dacht je bijvoorbeeld dat je tas was gestolen terwijl je hem zelf aan je moeder had meegegeven. Ja. Over je schooltijd vertel je zelf twee dingen. Je vrienden zijn belangrijk en de gezellige dingen die je samen doet. En zoals uitjes, voetbal en kamp en zo. En de rekenlessen. De rest heeft niet zoveel indruk gemaakt. Maar je weet nog precies dat je in groep 4 leerde splitsen. En in groep 7 kennis maakte met procenten. Jij bent iemand die wel met beide benen op de grond staat. Zo lees ik in jouw toekomstdroom niet iets over een bijzonder beroep. Of Maseratis of grote villa's. Maar je hebt het over een niet al te groot huis hier in Woerden. Met een elektrische auto. Verstandig. En vooral vrienden in de buurt en iemand om mee te samen te wonen. Als jij je prioriteiten zo goed houdt, dan gunnen wij jou al deze dingen en nog veel meer. En we wensen je allerbeste op het Carlsberg volgend jaar. Rubin, je bent aan het einde gekomen van de laatste etappe op de Constantijnschool. We kunnen in ieder geval zeggen dat het met jou nooit saai was. Er is iets met 40 groene pennen in je tas. Iets met schmink op fietsen of zoiets. In de kleutergroep al was je inbreng... Iets met lijn. Oh, ik... Nog meer? Ja, ik denk, houd het een beetje netjes. Hè. Ook in de kleutergroep was je inbreng al groot op allerlei vlak.
Je verzon de mooiste knutsels en bouwwerken. Daar kon je al je energie in kwijt, want die had je en die heb je te over. We zeiden toen al dat jij eigenlijk thuis hoort op een grote boerderij met veel buitenruimte waar jij je gang kunt gaan. Hopelijk maak jij die wensen waar. Je wilt namelijk wonen in een gewoon huis, doe maar gewoon, maar dan wel met een wielrenbaan, een bowlingbaan, een pretpark en een zwembad. Je hebt talenten genoeg, Rubin. Veel succes op het VWO, Minkemalaan. En we gaan jou en zeker ook de inbreng van je familie, oma, moeder, zeker missen. Want de hoesen voor de verjaardagsstoelen, nou die gebruiken wij nog steeds, die zij gemaakt hebben. En de verkleedkleren worden nog gebruikt in onze huishoek. Dus heel fijn. Ga je goed. Ik moest een beetje lachen toen ik al het stukje voorbereidde voor jou. En toen ik je op het podium zag, moest ik ook alweer een beetje lachen. Waarom ik bij de voorbereiding zo moest lachen, dat horen jullie zo wel, denk ik. Wij kenden jou op school als een hele lieve en sociale jongen. Ik herken jou nog, tenminste als ik jou zo zie lopen in groep 5, denk ik, toen viel jij niet heel graag heel erg op. Maar hier op het podium heb je met de musical echt staan shinen. Over het algemeen doe je alles heel snel. Praten, eten, het werk op school. Maar aan de andere kant ben je juist ook wel een tikkeltje gemakzuchtig en relaxed. Zo geef jij zelf aan, wil je later graag een vrouw die aardig is en ook alles voor je doet. Nou, daar heb ik ook zo hard op moeten lachen toen dat las. Ja, die vrouw bestaat niet. Dat kan ik je alvast vertellen, toch? Want, zei jij, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Ja, en hoewel je altijd zo relaxed lijkt, kun je ook wel eens in paniek raken. Want dat heb ik me ook laten vertellen. Dat je op kamp bang was dat je zou verdwalen en misschien wel doodgevonden zou worden. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd, want je zit hier. Je hebt een mooi toekomstbeeld voor ogen. Huis, goed salaris, mooie auto. Maar je noemt ook vrienden die aardig voor je zijn. Goede vriendschappen zijn inderdaad heel belangrijk. We hopen dat je een mooie toekomst tegemoet gaat met bestaande en nieuwe vriendschappen. En wens je heel veel succes op het Carlsbeek Schilderspark. Verhuisde jij ook vanuit Kamerik? En toen kwam je bij mij in de klas. Ik weet het nog heel goed. Nieuwsgierig meisje, jij wilde altijd alles weten en vroeg dan door. Dat vond ik heel leuk. En heel creatief. Je had elke dag andere oorbellen in. Je hield verschrikkelijk veel van tekenen. Ook in de pauzes ging dat gewoon door. Je vond het
En je nam je schoolwerk altijd heel serieus. En ik zie je nog zitten dat er één foutje in je rekenles zat. En dat was toch echt wel vreselijk. En wij waren vooral heel trots dat er maar één foutje in je rekenles zat. De afgelopen jaren ben jij echt gegroeid als mens. En heb je plezier gemaakt met vriendinnen. Gewerkt aan de projecten van de onderzoeksgroep. En heel veel pizza gegeten. En nu ga je volgend jaar het VWO doen in de Passie in Utrecht. Je hebt een prachtige toekomstdroom, want jij wil later natuurlijk... Juf worden. Ja, natuurlijk, wie niet? Ja, precies. Ik begrijp dat bij het presenteren van de webquest de klas daar al een beetje een voorproefje van heeft gekregen. Was het wat, jongens? Ja, ja, zeker, dat zien we jou wel doen. Dus als het ooit zover is en ik met pensioen ga of zo... Nou, Oké, eerder dan. Als het ooit zover is, kan je komen werken op de Constantijn. Dan zien we je graag weer. Allerbeste, lieve Eline. Ja, lieve Merel. Het liefst wil je juf worden van groep 8, lees ik. Dat is nou jammer. Ja. Maar ja, ik snap dat je een kleutergroep jou niet de mooiste herinnering heeft gegeven. Er gebeurde een naar ongeluk en je moest een poosje in het brandwondencentrum verblijven. Nou is mijn motto eigenlijk altijd, alles is ergens goed voor. Zo ook hier. Je zou het niet denken, maar het heeft de groep hele mooie leermomenten gebracht. Vooral op sociaal-emotioneel vlak. Beer Merel ging in jouw plaats overal mee naartoe. Zelfs mee met de avondvierdaagse. En uiteindelijk kwam de beer met de juf mee naar jou toe. Gelukkig is het goed gekomen en staat hier een fantastisch mooi mens. Je hebt een stel leuke vriendinnen. En je hebt een hoop lol met hen en met je familie, schrijf je. Je voelt je fijn als anderen het ook fijn hebben, zoals op het kamp. Je bent vrolijk en druk, zeggen je vriendinnen. En dat vind je zelf eigenlijk ook wel. Een klein hartje, dat heb je ook. Want toen de juffen kwijt waren op het kamp, vond je dat toch wel heel reuze spannend. Je hebt geleerd om dingen twee keer te bekijken en te berekenen, om te kijken of het echt wel klopt. En dat komt je ook zeker van pas op het VWO te Kalsbeek. Want daar ga je straks naartoe. Veel succes, Merel. En dan toch maar tandarts worden. Want dan kunnen wij nog eens een afspraak bij je maken. Want jij maakt zo'n vervelende afspraak vast en zeker gezellig. Ga je goed. Daar zitten, meid. Ik ga hier zitten. Lieve Sammy, ik vroeg me af
waarom heb ik de eer om jou vanavond toe te spreken? Willen juf Frenny en juf Malou jou niet toespreken? En weet je wat ze zeiden? Wij gaan huilen als we Sammy toespreken. En dan denken ze dat ik het droog ga houden vanavond. Nou, echt niet, lieve Sammy. Meisje, wat ben ik gelukkig dat jij hier vanavond naast mij zit. Wat hebben we met jou en je familie meegeleefd het afgelopen schooljaar? Je vroeg je tijdens het ziek zijn wel eens af, hoe schrijft juf Marina toch al die kaartjes elke keer vol? Nou, ik kan je vertellen, ik kan zelfs een heel boek over je volschrijven. Maar ik houd het op 3 D's. De D van dapper, doorzetter en dankbaar. Je hebt veel geleerd op de Constantijn. En juf Letta, ze is er vanavond, heeft daar een grote rol in gespeeld. In dat kamertje bij juf Letta heb jij heel wat uurtjes doorgebracht. En zij heeft je onder elkaar leren rekenen. Je bent super zelfstandig. Ook toen je ziek was, wist je precies wat je moest doen. En toen je weer naar school kwam, was je er ook gewoon weer helemaal. Ik heb daar zo ongelooflijk veel waardering en bewondering voor. En hoe jij stond te stralen bij het oefenen van de musical als Annie. En wat zijn we blij dat je er vanavond bij bent. Later wil je met Sophia in een wit huis wonen. En wil je pedagogisch medewerker worden van zieke kinderen. Ik gun iedereen een pedagogisch medewerker zoals jij. Je kijkt ook met veel plezier terug op de schoolreis naar de Efteling. Maar ook het helpen bij het kleuterfeest. Je hebt veel favoriete juffen. En je bent ook altijd heel gezellig naar je vriendinnen en lief voor al die leerkrachten. Altijd zei je bedankt juf. En nu zeg ik tegen jou, lieve lieve Sammy. Bedankt dat jij bij ons op de Constantijnschool zat. En jij krijgt van ons een staande ovatie. Liam, wat ben jij een vriendelijke, lieve jongen. Jij gaat altijd rustig je gang en je bent goed aan het werk terwijl je lekker op je potlood zit te kauwen. Herken je dat? Je helpt graag mee met klusjes en je had vaak een plekje voor in de klas, want dan kon je het heel goed overzien en extra goed opletten. In het afgelopen schooljaar maakte je veel leuke dingen mee. Je ging bijvoorbeeld op schoolkamp en daar had je het heel erg naar je zin. Je was wel heel even van slag toen 's avonds alle juffen op het schoolkamp aankwamen. En toen zei je, hoe kan dit? Hoe moet dit op school? Gelukkig konden we je geruststellen. Je hebt een heel leuk opstel geschreven met je toekomstplannen. Ik vond het heel leuk om te lezen. Je wil graag in een goed huis wonen. En let op, jij hoopt later getrouwd te zijn met een vrouw die handig is met dingen, maar ook nog eens aardig. Een prachtige combi. Ook hoop je 30.000 euro per maand te verdienen. Nou, ik denk dat dat genoeg is om ook wat klusjes uit te besteden. Lieve Liam, je hebt op onze school enorm veel geleerd. Focussen was jouw aandachtspunt, maar wat ben je daar mooi in gegroeid. En dat gaat jou zeker van pas komen op de middelbare school. Je gaat na de zomervakantie naar Kalsbeek-Bredius en we wensen je daar heel veel geluk. APPLAUS.
Ja, lieve Wesley. Onze goedzak. Tenminste, zo zien wij jou hier wel op school. Volgens mij klopt dat ook wel. Want zelf schrijf jij bij jouw karakter de woorden aardig, gezellig en lief. En deze woorden passen dan ook zeker bij jou. Maar misschien kunnen er nog wel twee woorden bij. Attent en nauwkeurig. Attent omdat je regelmatig de moeite doet om kleine dingetjes te onthouden en hier aandacht aan te besteden. Zo zorgt hij bijvoorbeeld de afgelopen jaren voor een lief kaartje op de verjaardag van de juf. En het woord nauwkeurig snap je vast zelf ook wel. En anders hoef ik alleen het woord paperclip erbij te zeggen. En dan snap je hem alsnog. Want als enige in de klas lever jij altijd keurig netjes jouw toetsen met uitrekenpapier. Dat zijn vaak hele stapels. Die lever je ingebundeld met een paperclip. Heerlijk, daar houden we van. Wesley, met deze mooie eigenschappen zul jij vast een hele fijne toekomst hebben. Want dit is waar jij zelf op hoopt. Een fijne toekomst. Met daarbij veel goulash en patat. Een reisje naar Kenia. En een leuk huis met voor de deur een jeep. En oh ja, bij dat huis wil je een grote achtertuin, zodat er genoeg ruimte is voor de kinderen, een hond en konijnen. Wat voor werk jij later gaat doen, dat weet je nog niet helemaal. Maar misschien zien we jou wel als manager van een BN'er voorbij komen. Lekker zwaaien met die flappen en ondertussen wat optredens inplannen. En bij dat plannen dan kun je wel even terugdenken aan de basisschool. Want je gaf zelf aan dat je hier hebt geleerd om in een agenda te plannen. Nou Wesley, we trekken dan zeker bij jou aan de bel voor een leuke act tijdens een reunie over een jaar of 10. Heel veel plezier op de Carlsbeek. Ga je goed uit. Als ik jou in een paar woorden zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen energiek, enthousiast en gezellig. Altijd in voor een kletspraatje. Bijvoorbeeld met juf Chris over de shoebie of zo. Je houdt van sporten, dansen, afspreken met vriendinnen, maar ook van het dragen van kleurrijke kleding. Nu heb je alleen wel zwart aan, maar meestal zijn het heel veel kleuren. Kortom, het is nooit saai met jou. Op onze school heb jij je mooi ontwikkeld. Je leerde in de loop van de jaren je steeds beter te focussen op je werk. Je leerde hoe je aantekeningen moest maken tijdens geschiedenis en aardrijkskunde. Dat gaat jou van pas komen straks op de middelbare school. In jouw opstel beschrijf je ook hele leuke toekomstplannen. Je denkt dat als je zo hard blijft werken als je nu op de basisschool hebt gedaan, het wel goed komt met je. Nou, dat denk ik ook. Je hoopt net zoveel te verdienen als de gemiddelde Nederlander. Of net iets minder, of misschien iets meer. Nou, ik zou denken iets meer is wel handig, want je wilt twee auto's, waarvan één BMW en een lekker groot mooi huis. En met wie je daarin gaat samenwonen, dat weet je nog niet. Je hebt nog alle tijd, meid. Lieve Michelle, de 8 jaren zijn omgevlogen. Het is voor jou nu tijd voor de middelbare school. Jij gaat naar het Carlsbeek College, HAVO-VWO. En wij gaan hier op school jouw gezelligheid zeker missen. Het gaat je goed. Oh,
lieve Stefania, wij kennen jou op school als een heel lief, rustig, behulpzaam meisje. Een stille genieter die ons ondertussen ontzettend veel in zich opneemt. Je bent erg leergierig en pakt de leerstof makkelijk op. Knap hoor. Je kunt jezelf goed aansturen bij het maken van huiswerk en bent netjes en zorgvuldig. Het is dan ook geen verrassing dat je straks naar het Karlsbeek Schilderspark mag gaan om daar het VWO te gaan doen. Maar naast het serieus werken geniet je ook enorm van je vriendinnen om je heen. Je hoeft later dan ook niet per se met een man samen te wonen. Het zou eigenlijk net zo gezellig zijn om met vriendinnen samen in een huis te zijn. Je hebt genoten van de tijd hier op de Constantschool en wij ook van jou. We wensen je heel veel succes, geluk en plezier in de toekomst van je. Ja, ja, Ruben van Vliet. Wie kent deze jongen nou niet? De afgelopen 8 jaar is jouw naam regelmatig voorbijgekomen, want met onze Ruben was er altijd wel iets te beleven. Al moeten we wel zeggen dat jij de afgelopen jaren echt onwijs gegroeid bent. Zelfs schrijf jij in het opstel dat je op de basisschool hebt geleerd om op je gedrag te letten en aardig te doen tegen anderen. De juffen en je moeder die hebben hierbij geholpen. Nou Ruben, hier heb jij zelf ook een steentje aan bijgedragen hoor. Maar laten we wel even eerlijk zijn, want is dat wel echt gelukt? Doe jij wel aardig tegen anderen om je heen? Volgens mij jaag jij nog steeds iedereen op de kast. Man, man, wat kun jij creepy doen tegen anderen? En deze rol in de musical had je natuurlijk niet voor niks gekregen. Ruben, ondanks jouw ondeugende streken hebben we echt genoten van jou hier op de Constantijn. Achter die streken zit een hele lieve, sportieve jongen. En dat je gek bent op sport, dat laat jij maar al te graag merken. Tijdens de gymlessen deed je fanatiek mee, zelfs als je even niet mee mocht doen. En ook dacht je bij het slagbal- en voetbaltoernooi wel even kampioen te worden. Nou, aan die hoge verwachtingen werd helaas niet voldaan. Laten we dat in de toekomst allemaal maar wel doen, want dan werk je bij de politie. Je ziet jezelf in een groot huis met vriendin en voor de deur staat een Audi of een Mercedes. Nou Ruben, als je daar net zo hard voor werkt als hoe jij hier de afgelopen jaren hebt gewerkt, dan weten we zeker dat dit jou gaat lukken. Na de zomervakantie ga je naar het Karlsbeek Schilderspark, naar de voetbalacademie. Echt een opleiding voor jou. We wensen jou daar heel veel succes en een hele fijne tijd. Als ik naar je kijk, dan weet jij al waar het stukje over gaat, zeker. Ja, want deze jongen hier, Casper, is echt... Er is maar één ding in het leven. Voetbal. En dan heb je voetbal en dan heb je ook nog voetbal. Nou, je bent gewoon een voetbalgek. Het voetbaltoernooi in groep 8 vond je heel leuk. Alleen het inschatten van het niveau, dat is net als bij Ruben, is nog een beetje een dingetje. Want jij ging ervan
was ervan overtuigd dat jullie voor 100% gingen winnen. Nou, het was iets anders. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Rekenen ging je goed af. Alleen het ontcijferen van die antwoorden, dat was nog wel eens een uitdaging voor ons. Want ja, het kan het goede antwoord wel zijn, maar dan moet ik het wel kunnen lezen. Je hebt het afgelopen jaar keihard gewerkt aan het vak begrijpend lezen. En daardoor is het je zelfs gelukt om op een hoger niveau uit te stromen. Goed gedaan. In de toekomst wil je graag een goed betaalde baan. Als architect of politieagent. En ook jij hebt hele grote wensen. Een huis winnen. Ja, let op, winnen. Een Audi R66. Zeg mij niet zoveel hoor. En een speciale Lamborghini. Nou, je begint in ieder geval straks op het Carlsberg College. En misschien zelfs wel op de Keepersacademie, heb ik begrepen. Ik neem aan dat we jou dan straks bij je favoriete club zien. FC Utrecht. En wat ik me de afgelopen weken wel afgevraagd heb is... Heb je dat stukje gras nog gekocht voor 14,95? Nee. Echt niet? Nou, ik had het toch wel verwacht, zo'n grote fan. Nou, in ieder geval... Hoop ik dat als je heel bekend en straks een fantastische keeper wordt bij FC Utrecht, dat je dan nog wel even hier komt om handtekeningen uit te delen. Het gaat je goed. Even eerlijk beginnen, want ik heb dit stukje zelf niet geschreven. Dat is geschreven door juf Danita, maar die moest helaas weg. Maar ik kreeg de eer om het voor te lezen. Lieve Manu, goedemorgen of hoi, want dat zeg je altijd. Want wie jouw zorgen tegenkomt, ziet jouw mooie lach en stralende ogen achter dat leuke brilletje. En we zeiden net, die kleuren zijn wel een beetje veranderd in de loop der jaren, want het was heel vaak roze. En sinds kort een hele mooie nieuwe, zoals je in de klas vertelde. En zo beschreef je jezelf ook. Ik ben een meisje, ik ben 11 jaar en heb blond haar, een bril en blauwe ogen. Ik heb ooit lenzen gehad, maar daar ben ik mee gestopt. En dat weet ik nog. Ik vroeg me iedere keer af, juf Danita dus, wie is dat vrolijke meisje? En dan zag ik het ineens. Oh Manu, zo blij dat jij jouw bril weer opzette. Die hoort gewoon bij je. En die lacht trouwens ook. Manu, je houdt van de kleur geel. Je zonnige karakter. Van paardrijden, snoepen... Patat eten en zingen. En dat kun jij. Vanaf het eerste moment dat jij in de huid van professor Elektra kroop en het lied Kijk maar uit het raam zong, keek ik gelijk uit de teamkamer wie er zo mooi en goed zong. En dat was jij. Dus ik denk dat we jou nog wel eens een keer op de tv zien of zo. Je hebt tenslotte al eens een videoclip gespeeld en gezongen. Oh nee, je zegt dat je later gaat werken bij Stevig Brood. Even een sluikreclame tussendoor. Want daar verdien je dan ongeveer 20 euro per uur. Je gaat dan ook met iemand samenwonen, want dan kun je de kosten delen, slimmerik. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Lieve Manu, vroeger vond je het moeilijk om met vriendinnen af te spreken. Dat weten de juffen van toen mij te vertellen. In jouw opstel schrijf je ook... Mijn vriendinnen zijn Vera, Britt, Maria en Sammy. Ik heb op de basisschool geleerd dat als je iemand vraagt om af te spreken... dat ze je vanzelf ook terugvragen... Dat had je heel mooi verwoord. Manu, veel succes op de passie in Utrecht. Blijf heerlijk jezelf, vrolijk, aardig en grappig. Want dan weet ik zeker dat er heel veel vrienden zijn die jou gaan vragen. Come on.
Ja, bij jou in de bus. Nou, ik ga even door, want ook dit stukje had juf Danita geschreven voor jou. En nou, luister maar goed. Lieve Sky, onze buschauffeur Job, alias Sky. Je hebt vanavond de hele club passagiers hun droomreis met jouw bus laten maken, toppertje. Zo heb je ook jouw ouders vanavond voor het laatst hun reis naar de Constantijnschool laten maken. Na jouw broer Sid en jouw zus Bobby ben jij de laatste uit het gezin die de Constantijnschool gaat verlaten. Dat is fijn. Als jongste van jullie gezin, grappig is ze, die heeft dit niet. Als jongste van jullie gezin ben je vanaf het moment dat je de Constantijnschool binnenkwam, kwam lopen een vrolijke jongen. Juf Danita die zegt dan ook, volgens mij hebben we jou nooit chagrijnig gezien. Soms misschien een beetje teruggetrokken, op school hè. Maar als we jouw naam roepen, kom je met een brede grijns je melden. En daarom was het ook grappig om te zien dat je deze grote rol vanuit je schuld bent gaan spelen. En tenslotte zat je vol trots en zelfvertrouwen te lachen op de stoel van de chauffeur. En Sky, in je opstel vertel je ook over je hobby's, gamen en tennissen. En dat je graag chef wilt worden. Eerst dacht juf Danita nog chef van een game of van de tennisbaan. Maar nadat we jou op kamp hadden gezien hoe je met passie de hamburgers bakte, snapten we heel goed dat je chef van de keuken wilt worden. Je oefent af en toe als je bij je moeder en haar nieuwe vriend bent. En verder in je opstel schreef je ook nog een klein stukje over de scheiding van je ouders. Iets waar je vroeger niet zoveel last van had, maar tegenwoordig toch soms wel. Maar weer even terug naar de keuken, waar je hart ligt. Je oefent in de weekenden lekker bij Café Victoria. Nou, en dit gaat echt gebeuren, weet ik zeker. Juf Danita komt een keer proeven, hoor. Zij durft je kookkunsten wel aan. Wat we op kamp hadden gezien en gegeten. In je opstel zeg je ook dat je op school heel veel hebt geleerd. Bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling en rekenen. Allemaal dingen die je nodig hebt om een recept te volgen. Je zit dus in de juiste bus en je bent op de goede route, Sky. Heel veel succes en plezier op de Minkema. Blijf lekker jezelf, want je bent een mooi mens en nu al een goede chef. Te laat, hè, te laat. Ja, je dacht vast, wat moet ik lang wachten op mijn stukje? Nou, dat moesten wij ook vaak op Jezeiro, hoor. Elke ochtend. Jeetje, mine. Of het was 31, of het was 30, of 29. Maar daar komen we zo meteen wel verder op. Lieve Jezeiro, waarom geven wij jou nou de rol van Willy Dronka? Nou, dat hebben we allemaal tijdens deze musical wel kunnen zien. Jij kunt zo fantastisch met die ogen rollen. Zo goed te laat je bed uitkomen en gewoon heerlijk toneel spelen. Daar zijn wij wel jaloers op. Jij had bijna een abonnement op de tijd van de juffen na schooltijd. Omdat je vaker een minuut te laat kwam dan op tijd. Maar het mooie was, je bleef wel keurig wachten. In je opstel schreef je ook dat je altijd tussen 8:25 en 8:28 naar school fietst. En ja, daar ben je heel relaxed over. Je maakt je niet zo snel druk. Je doet de dingen trouw, die moeten, en doet dit dan ook goed. En als je het gevoel hebt dat het niet zo nodig is, doe je het ook liever niet. We kunnen ook nog het lezen in de klas herinneren. En lezen staat dan, tussen aanhalingstekens, jouw ogen rolden mooi over het papier. Maar of jij ook dingen las? Nou, misschien alleen als wij naar jou keken, maar anders keek jij liever naar buiten. En daar ben je vaak ook alweer eerlijk in, want in je opstel zeg je, we moeten eigenlijk alles op een wisbordje of in een aantekeningsschrift schrijven. Maar dat doe ik liever niet. Je hebt in de klas goede vrienden. Vooral met Jaciano heb je al jarenlang goed contact. En ook volgend jaar willen jullie weer bij elkaar in de klas. Wat fijn dat jullie het zo vertrouwd hebben samen. Jullie gaan heel veel aan elkaar hebben op de Kalsbeek.
Geniet ervan. Kom wel op tijd. Zitten, Floris. Nou, les best, hè. Ja, je bewaart altijd het beste tot het laatst. Lieve Floris, jij zat bij mij in groep 3 in de groep. En ik ken je als een slimme en humoristische jongen. Ja, dat het in dit stukje over fietsen gaat, dat kan natuurlijk niet ontbreken. Want daar kan ik dingen over vertellen. Ik heb wat meegenomen. Kan jij je dit herinneren? Mama wel. Ja. Het is er namelijk maar één. Want in groep 3 had Floris daar namelijk een hele zak vol van. En die kwamen van allemaal fietsen hier op het plein. Maar Floris, ik snap het helemaal. Dat was niet gewoon een fietslampje. Jij was fietslampjes aan het verzamelen om een generator te maken. En als je dan op je kamer aan het spinnen was, gingen gewoon al die lampjes natuurlijk branden, hoe harder jij ging. En daarom ben jij natuurlijk ook jeugdkampioen wielrennen geworden. Super knap van je. En jouw doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden. En de nieuwe Mathieu van der Poel. En hoe trots zal ik als juf zijn en dan naar de tv kijken. Wat leuk dat je ook enthousiast bent over Corsica. Ik ben daar ook geweest. Een prachtig eiland. En ik zie je daar al rijden in die Porsche die je graag wil. Het is daar erg slingerachtig. En je wilt graag wel in Woerden blijven wonen en een leuke baan. En aan dat kamp en die musical heb je goede herinneringen. Die rol van jou, die was echt op jouw lijf geschreven. Volgens mij hoefde je daar helemaal niet zoveel moeite voor te doen, want je was gewoon Floris. Echt super knap. Ik wens je een fantastische tijd op het Kalsbeke College. En het ga je goed, Floris. Extra leerling in de klas. Oeps. Dan willen we graag het hele team op het podium even hebben. Of ervoor. Want lieve kinderen van groep 8 en lieve ouders. Jullie hebben natuurlijk niet alleen bij ons in de klas gezeten, maar bij een aantal of allemaal die hier staan. Dus we gaan even lekker voor jullie zingen. Daar komt-ie!
klant een streepje voor hebt. Die tickets zijn in de pot. Spannend, hè, meiden? Jullie denken, wat moeten wij hier nou gaan doen? Nou, we dachten gewoon wat taken te verdelen, dus we wilden niet alles zelf doen. We willen namelijk heel wat mensen gaan bedanken voor deze avond. En we dachten, jullie kunnen daar ons heel goed bij helpen, omdat jullie daar een beetje een link mee hebben bij die mensen. Nou, de juffen lopen en de meesten lopen allemaal een beetje weg. Dan kunnen we dat mooi doen. Want deze afscheidsavond, deze musical, maar alles eromheen, ja, dat hebben wij niet... twee gedaan, niet met, alleen met de klas gedaan. Maar er zijn heel veel mensen die ons eigenlijk daarbij geholpen hebben. Meester Sander zei het eigenlijk al een beetje aan het begin. Die heeft een stukje van ons praatje afgepakt. Die zei gewoon wie die allemaal wilde bedanken. Maar bedankt, dan hoeven wij dat niet meer te doen. We beginnen natuurlijk met het prachtige podium. Want dat, we hebben het al een paar keer gehoord. Maria heeft die creativiteit niet van een vreemde. Hè, dat heeft Olena voor ons gemaakt. En daar willen we je heel erg voor bedanken. Dus Marina, wil jij misschien naar je moeder lopen met een cadeautje voor haar? Nou, je kunt het al raden, want jullie weten ook al waarom jullie hier allemaal staan. Lois, dat geluid en die lichten en alles eromheen, dat komt wel een beetje vanuit jouw kant, hè? Jouw vader heeft er heel veel bij geholpen, maar er zitten nog meer mensen achterin. Je broer zelfs, die is sinds dit jaar er ook bij. Nog twee andere jongens. Zou jij hen van een cadeautje willen voorzien? Want... Oh, sorry. Cadeautje. Ja, ik moest die tas net tillen. Toen dacht ik... Zou jij die aan ze willen geven? Want zonder hen hadden wij niet zo'n prachtige musical met een livestream en alles erop en na. En dan blijven er nog twee meiden staan. En ik weet niet of jullie het helemaal wisten eigenlijk. Zijn jullie op de hoogte waarom jullie hier moeten staan? Wat jullie familie misschien heeft gedaan de laatste tijd? Nachten lang bezig geweest. We kregen 's avonds om 11 uur nog wel eens... Met het fotoboek. We kregen om 11 uur 's avonds nog appjes. Hebben jullie nog meer foto's? Hebben jullie nog meer foto's? Nou, die hadden we gelukkig van jullie. Misschien heb je daar een aantal al gezien. Maar die hebben een prachtig, wij hebben al een stukje van het fotoboek gezien, prachtig fotoboek in elkaar gezet. En nou, daar willen we hen ook heel erg voor bedanken met een gepersonaliseerd flesje wijn. Dus die mogen jullie geven. Ja, juf, nou moet je echt zelf gaan lopen zometeen. Ik heb niemand meer. We hebben namelijk nog wat mensen te bedanken. Al deze stoelen, maar ook de hele aankleding van de avond. De drankjes, de dingetjes die jullie misschien zo meteen nog qua hapjes of zo krijgen. Ja, dat hebben wij ook niet gedaan. We hebben eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Dat hebben de ouders van de OR gedaan. En die zijn hier eigenlijk al... Die zijn... Hallo, hallo? Echt waar? Die zijn hier eigenlijk al de hele dag. Twee daarvan om... Nou, onder andere die tasjes in elkaar te zetten, te knutselen en alles erin aan het doen. En zij werden vanavond ook nog ondersteund door twee andere dames. En daar hebben we ook nog wat kleins voor. Heb je die ook meegenomen? Kijk. En dan hebben we nog iemand die we heel erg willen bedanken. Want die kinderen die zagen er op en top gesminkt en aangekleed uit met mooie haren. En nou helemaal top in de make-up. En dat allemaal binnen 3 kwartier. Want er moesten eerst 10 pannenkoeken per persoon gegeten worden voordat ze tijd hadden voor de make-up. Nou, Fleur, jou willen we ook heel graag bedanken. Ik weet niet of ik je nog ergens zie nu. Maar onwijs bedankt voor jouw hulp. Niet alleen vandaag, maar ook donderdagochtend. Lekker zuipen. Vergeten we dan nog iemand, juf? Jazelf. Nee. Je hebt vandaag al een cadeautje gekregen.
Volgens mij vergeten we nu niemand, denk ik. Nee? Anders horen we het wel. Ja, anders horen we het. Dat is altijd een beetje spannend. Maar dan willen we wel graag het woord geven aan Maaike en Dianne. Ja, want jullie hebben helemaal niet zoveel gedaan afgelopen jaar, hebben we net gehoord. Maar toch vonden wij dat er wel ook voor jullie een cadeautje mag zijn. En dat vonden wij niet alleen, maar dat vonden ook alle vaders en moeders. Dus vorig jaar hebben we jullie gevraagd in groep 7, wat willen jullie nou doen? En we dachten, na een jaar zijn jullie elkaar echt al zat. En wat vroegen ze? Een bon om gezellig met z'n tweeën uit eten te gaan. Dan denk je, nou, dan heb je elkaar al heel veel gezien en gesproken, maar het is toch nog niet genoeg. Dit jaar dachten we, er komt echt een fantastisch ander cadeau. Dus we vroegen weer naar meiden, goh, dit jaar, hebben jullie een idee, leuk cadeau? Uit eten. Nou, ja. Nou, vonden we ook wel weer een heel erg leuk plan. En we dachten, we doen dit jaar een restaurant, buiten Woerden. Een beetje anders dan anders. Kan je het herkennen? De Watertoren. Ja, de Watertoren. Nou, daar kan je echt heel lekker eten. En dankzij deze vaders en moeders kunnen jullie ook heel lekker gaan eten. Super verdiend, want groot applaus voor deze twee fantastische juffen. En waar ik wel nieuwsgierig naar ben, mogen de mannen nu ook mee? Nee. Zonder mannen. Gelukkig zijn ze al thuis. Ja. Nou, maar lieve ouders, super bedankt. Geen microfoon nodig, hè? Ook een cadeau voor het team, hè? Ja. Voor het team van de Constantijnschool, want deze groep 8 willen jullie nooit vergeten. De stoeptegel, ik hoop dat morgen iemand tijd heeft om even een steentje eruit te halen, want dan kan deze er ook bij. En ook voor de juffen hebben we een exemplaar, voor jullie allebei een exemplaar van het boek, maar ook voor de school. Dus dan kan je af en toe, kunnen de meesters en juffen nog even in de pauze lekker zo bladeren. Hij is zwaar, hè? Geef maar Sander misschien. Nou, we hebben ook een cadeau voor juf Danita. Want wij dachten eigenlijk, wie is er nou voor deze klas ook superbelangrijk geweest de afgelopen jaren? En wie staat misschien niet altijd zo in het zonnetje vooraan op het podium bij het afscheid van groep 8? Toen dachten we, Danita moeten we ook wel echt bedanken. Want die heeft ook ongelofelijke prestaties geleverd voor deze groep kinderen. En we hebben wel iets leuks gevonden. Het is ze houdt wel van lekker gezellig en borrelen en eten en drinken. Dus we dachten, we maken een borrelplank met haar soort van profielfoto getekend. En daar staat op. Nee, ik weet het niet. Ja, bedankt voor al je goede zorg en de lol. Die was vooral ook wel. Want dat is denk ik echt hoe de. Liefst van de leukste groep 8. Want dat zijn jullie natuurlijk. Nou, dit waren de bedankjes voor jullie. Nou, super lief. Dank jullie wel. Volgens mij mogen we nog één iemand het woord geven. Inge, dacht ik. Goedenavond allemaal. Ik ben Inge van Eijk, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben moeder van Tijen. Sorry Tijen, ik probeer het niet al te gênant te maken. Ik denk dat ik namens alle ouders spreek als ik zeg dat we enorm trots zijn op onze kinderen. Dichterbij, oké. Top, dankjewel. En dat is natuurlijk mede vormgegeven door het hele team hier. Iedere dag gaan we na, hè. 8 jaar lang voor de meesten. 8 jaar lang, 5 dagen in de week, 5 uur ongeveer samen spelen, leren, eten, lachen. Misschien ook wel huilen. Leren vallen en opstaan. En daar heeft dit team, onder leiding van al die leerkrachten, natuurlijk een enorme bijdrage aan geleverd. In een veilige omgeving. En ik denk dat dat voor ons als ouders een enorm warm bad was. Ik heb vanuit de MR een kijkje in de keuken gekregen. En ik weet dat dit een enorm goed georganiseerde school is. Ik zie dat het zijn mensen met een warm hart voor hun taken, voor de opleiding, een hart voor de zaak, een hart voor hun kinderen en een warm hart vooral voor elkaar. Je ziet dat ze elkaar opvangen als het nodig is
En dat is enorm fijn voor ons als ouders, want dat voelt heel prettig. Ik denk dat ik ook even richting jullie, Malou en Frenny, iets extra's wil zeggen. Want alle leerkrachten waren natuurlijk van enorm belang voor onze kinderen. Maar jullie hebben denk ik toch wel een hele frisse wind laten waaien door de afgelopen 2 jaren. Ik zag bijvoorbeeld seksuele voorlichting is iets heel nieuws, dat was het 3 jaar geleden niet. En stressweek, voor niet iedereen heel erg prettig. Maar ik denk wel een hele goede voorbereiding op de middelbare school. Deze avond is natuurlijk als afscheid voor de kinderen, maar het werd net ook al gezegd, het is voor een aantal van ons als ouders ook de laatste keer op deze school. En vandaar, vanuit die mensen, maar ook vanuit alle anderen, wil ik heel graag het complete team graag hartelijk bedanken voor dat warme bad en de goede zorgen en de goede start naar de volgende fase. Ja, mooi. Nou, na al die mooie woorden kan ik nu wel vertellen dat alle remmen losgaan. Want we kunnen eindelijk lekker wat drinken. En ik hoorde alleen wel dat het hard regenen buiten. Is dat nog steeds zo? Ik denk dat wij dat allemaal niet zo erg vinden, hè? Kinderen uit groep 8. Nee. Pak lekker wat te drinken en geniet lekker van elkaar en met elkaar. En op een mooie afsluiting. Alle remmen los!